Als mens worden we gedreven door de behoefte aan liefde. We willen beminnen en bemind worden. Voor de een is liefde dichtbij, voor de ander ver weg en voor weer anderen lijkt liefde onbereikbaar. Als we ons hart niet kunnen openen voor de liefde, is dat niet zomaar. Ergens onderweg zijn we gewond geraakt. Is de dood ons hart binnengevallen? Heeft verlies onmiskenbare sporen achtergelaten? Zijn onze dromen verdrongen door zielepijn? En zoeken we enkel nog houvast in onze fantasieën over de liefde? We hebben manieren aangelegd om deze schrale realiteit te verzachten en onze gevoelens van verlangens en gemisten te verbergen. In geen enkel ander gebied kunnen we zo gewond raken als in het gebied van de liefde. We zijn liefdesbang geworden en hebben een dans aangeleerd die ons eerder afhoudt van de liefde dan ons er dichterbij brengt. In deze dans zijn we onszelf verloren en hoe groot ons verlangen ook is om de liefde te bereiken, om de dans te veranderen, moeten we beginnen bij onze eigen passen. Hanna Kuppe ik lig niet als ik zeg dat ik toen al tranen in mijn ogen had, eigenlijk. Mm. Zo mooi geschreven, maar ook zo heftig, eigenlijk. Althans, ja. het is persoonlijk dan. Dat zal misschien niet bij iedereen zo zijn. Mm. Uh, dit is, uh, nou ja, de, de, de intro. Wat zeg je dat het voorwoord van uh, jouw uh, bestseller Liefdesbang? Jou, jouw levenswerk, mag ik wel zeggen. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja. Waar je nog dagelijks mee bezig bent eigenlijk, toch? Zeker. Was dat ook wat je toen dacht toen je dit boek schreef en aan klaar had van oké, okay, dit is, dit is, hier ga ik uh, of heeft het jou verbaasd en overvallen? Het heeft me verbaasd, het heeft me enorm verbaasd. Ja. Ik schreef het ook niet met de bedoeling van uh, voor anderen, ik schreef het eigenlijk in eerste instantie echt alleen maar voor mezelf en, ja. en ik had zo'n gedachte, weet je, als er ooit één iemand nog iets aan heeft, dan is dat mooi meegenomen. En dat is iets anders uitgepakt dan ik verwacht had. Waanzinnig. Dat, waar ik ooit nog dacht de enige te zijn met verlatingsangst. Uh, nou, is dat inmiddels een uh, gedachte die niet meer opgaat? Nee, hè? Nee. nee. Jij omschrijft heel mooi dat de liefde een spel is uh, tussen nou ja, verlatingsangst en bindingsangst, de dynamiek daartussen. Ja. En, en nou ja, achtervolgen en weglopen, noem je het ook wel. Ja. Uh, nou, even in een erop, want dan snappen mensen gelijk waarom je dit boek voor jezelf wilde schrijven. Jij bent. Ja. Op zich normaal opgegroeid, maar doordat, uh, dan moet ik het goed zeggen, maar doordat jouw broertje uh, niet meer leefde? Mijn broertje is voor een jaar voor mijn geboorte. Ja, ah, ja precies. Dus, um, nou ja, en, en waar er zo'n groot verlies is, um, is het moeilijk om opnieuw weer vast te pakken aan een nieuw babytje. En een ja. nieuw, nieuw wezen waar mijn ouders de dood eigenlijk nog helemaal niet hadden verwerkt. Uh, en, en wil je dan weer iemand vol kunnen hechten, moet je eigenlijk eerst ook voldoende gerouwd hebben. En ja, dat was zo'n familiedrama uh, wat daar gebeurde, dat dat gewoon nog helemaal niet had plaatsgevonden. Waardoor mijn ouders eigenlijk ook niet nou ja, in staat waren om de volle hechting opnieuw aan te gaan. En om ja, dus de volle liefde onvoorwaardelijk te geven. Aan jou. Ja, er was heel veel angst voor verlies. Ja. Van, nou ja, ga, gaat dit dan nu wel... Uh... Ja. ja, en dat vind ik het mooie. Dus uiteindelijk was er natuurlijk echt wel genoeg liefde. Het was er geen... Ik, ik was welkom. Hè, ja. ze, ze hebben me ontzettend gewild. Ja, dus nee, it, precies. Ja, dus, en, en ergens was er ook wel... Wat ik, wat ik wel eens terug heb gehoord, is dat in feite... Want hè, er waren al twee jongens voor mijn broertje ja. wat overleed. Dus in feite was het gezin compleet. Maar doordat mijn broertje overleed, hè, hadden ze zoiets van... Nou ja, weet je, dan gaan we voor nog een nieuw kind. Oh, zo is het ook echt. En okay. dat was dus... Ook zo van ja, weet je, dus ik heb ergens ook altijd het gevoel gehad van wat heb ik hier goed te maken. Ja, Want er is ja, ja. zo'n enorm groot ja. verdriet ja. en zo'n groot leed. Uh, en uh, dan ja, voel je als nieuw kind. ziet uh, je, voelt het, maar je weet natuurlijk niet je, dat maar, dit aan de hand is. Nee, je weet het niet. Nee, je, weet, je kent het, ja, je, je kent het verhaal niet. Nee, In iedere vezel voel je het. Ja. En dat is natuurlijk het, het, het verneukulatieve, dat je zelf ten eerste de oorzaak niet weet, laat staan uh, dat je dat gevoel echt weet te benoemen. Je, dat, dat is het moeilijker natuurlijk als je opgroeit in een gezin. Ja, je, je, je hebt zelf geen idee. Nee, je hebt geen idee. En je weet niet beter dan waar je waar je nest is, waar je in, in opgroeit. Je nee. weet niet beter, maar ik weet wel dat er op een gegeven moment uh, een tijd kwam dat ik als klein meisje ging, vragen ging stellen over de foto die daar hing. Ja, 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 en dat ik heel graag die foto op mijn slaapkamer wilde hebben naast mijn bed. Zo van en wie is dat dan en vertel daar eens over en dat was eigenlijk het eerste dat er weer nou bijna over gesproken werd want het, ja uh. en, en was het uiteindelijk ik zal maar zeggen gedoe in je eigen liefdesleven wat ertoe leidde dat je dit realiseerde en hier achter kwam ja dat gaat natuurlijk in fases dus op een gegeven ja. moment weet, ken je het verhaal als ja. kind op een gegeven moment ga je het verhaal en gaan er steeds meer puzzelstukjes in elkaar passen maar uh, gaandeweg dat je. In het begin heb je helemaal niet in de gaten dat dat ook effect heeft op je eigen leven. Dat is een onderdeel van dat het is gewoon wie je bent. Ja, dat ja, is wie ja. wij zijn ja, ja. en hoe wij zijn opgegroeid. En dat is uh, deel van ons lot, als het ware. Maar later, als je gaat relateren in relaties en dat gaat steeds mis, dan ga je wel dieper onderzoeken van, hé, hey, maar waar, waar komt dat door? Waarom mm -hmm. lukt dat bij mij steeds niet? En ogenschijnlijk zie je om je heen dat het bij heel veel anderen wel lukt. Uh, waar ik nu anders tegen ik wil kan doen. Uh, ja. Maar ja, nee, dat was een enorme zoektocht waardoor ik ja, ik ik steeds ging onderzoeken, ging ontdekken van, nou, wat, wat, waarom gaat dat steeds mis bij mij? Waarom lukt dat niet? En hoe hoe kwam je erachter eigenlijk? Was er het zal vast niet één groot eureka moment zijn, maar ja. Nou ja, waar ik, waar ik die dynamiek ging leren kennen. Als ik bijvoorbeeld uh, heel gek op een jongen was, dan was die het niet op mij. Dus uh, en op een gegeven moment kwam ik wel iemand tegen waarvan ik dacht: Nou, weet je, uh, als ik ooit met iemand kinderen ga krijgen, is het met deze man. Dus dat was een enorme uh, nou ja, verliefdheid, een ja. Uh, enorme aantrekkingskracht. Um, hij had ook psychologie gestudeerd. Dus ik dacht: weet je, als wij er samen niet uit kunnen komen, dan, ja, dan houdt het op. Ja. Dan is, dan <laughs> Lekker is de, dramatisch. de hoop verloren. Ja, ja, ja. Um, en we kwamen er niet uit. Want toen ontdekte ik wel eigenlijk die dans van, van aantrekken en afstoot. En die dans van de verladingsangst en bindingsangst. Dus ik wilde heel graag bij hem zijn. Maar als ik heel graag bij hem wilde zijn, nam hij iedere keer weer afstand. Maar als ik het losliet, dan zocht hij mij steeds ja, weer op. Dus ja. de, de liefde was. Heel erg groot. Maar ja, de onmacht ook. Dus wij raakten elkaar eigenlijk precies op onze pijnpunten. Waardoor we niet met elkaar konden, maar ook niet zonder elkaar. Zoals vele relaties zijn, natuurlijk. Zoals heel veel relaties gaan. Ja. ja, dus we bleven maar om elkaar heen dansen. Nou ja, tot ik uiteindelijk, want ik denk dat dat wel een hele grote kentering is geweest. Um, echt ook letterlijk ziek werd. Uh, en toen ik ziek werd, was dat zodanig dat ik echt moest besluiten om met alles te stoppen omdat ik dacht: als ik dat besluit niet neem, gaat mijn lijf dat voor mij doen. En zover wilde ik het niet laten komen. Nee. En um, nou ja, toen had ik. Nou, ik had zo'n verhouding met, met zo'n ongeschikt of zo'n. Um, hoe noem je dat? Zo'n verzekering. Als je zelfstandige bent. Ja ja, 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 ja. Ik snap je wel. En uh, dan moet je dus iedere maand naar zo'n controlerend arts ja. En die man die stelde op een gegeven moment. op het juiste moment. de goede vraag. Die vraag had ik natuurlijk al honderdduizend keer aan mezelf gesteld. Maar uiteindelijk zei hij van... En, en, en waarom ben je dan zo moe? En, en wanneer is het begonnen? En nou ja, ineens kwam het tot mij. En ik kon alleen maar huilen. En ik dacht, ja, tot ik eigenlijk die relatie dus... die niet slaagde, waarvan ik had, zo had gehoopt... dat dat gaat hem zijn. Dat dat in duigen was gevallen. En ja. vanaf dat moment had ik het eigenlijk opgegeven. Omdat ik echt de overtuiging had... als het met hem niet lukt, dan gaat het niet meer lukken. En... Sinds die tijd ben ik eigenlijk alleen maar. Um, ja, ik ben nog wel relaties aangegaan, maar dat waren niet meer de relaties waarvan ik dacht: nou, met deze man ga ik oud worden. Nee. Dus dat was een beetje voor de lusten. Ja, 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 ja. Dus daar was ik eigenlijk ook niet meer degene die beschikbaar was. Nee. En dan me afvragen waarom ik steeds mannen aantrek die niet beschikbaar waren. Maar ik was natuurlijk de ultieme onbeschikbaar. Ik had het opgegeven van binnen. Ja, ja, ja. Dus ik ging het, ik ging de volle hechting eigenlijk ook niet meer vol aan. En toen moest ik echt gaan rouwen om om die dat plaatje eigenlijk wat ik had van die, die, die relatie ja. van nou dat dat de vader van mijn kinderen zou gaan worden. Toen moest ik echt gaan rouwen omdat dat niet meer ging gebeuren. Uh, en daar dan kom je er eigenlijk achter. Maar ja, die diegene die ik eigenlijk altijd heb gezocht is mijn vader. Ja. En dan kom je erachter, en nou ben jij nog therapeut, dus jij kan ook daar wat dieper over denken. Maar goed, je komt erachter. Ga je dan, dat, dat vraag ik me af, ga je dan heel rode gesprekken aan, nog met je ouders of, of je vader in, de, in het bijzonder? Of, of heeft dat eigenlijk geen zin? Dat is vaak een beetje een ding: van heeft het nog zin om het waarom te onderzoeken? Uh, het ligt eraan met wat voor intentie je dat doet. Als je dat doet met het idee dat je nog steeds iets van hun wil krijgen, mm -hmm. heeft het eigenlijk geen zin. Nee. Want ja, als ik nu nog moet krijgen wat ik niet heb gehad, dan dat is het nee. klein dat dat nog gaat gebeuren. Ik weet nog wel dat ik na dat gesprek met die arts dacht. oké, okay, nu kan ik niks meer achterhouden. Nu kan ik het niet meer uh, wegpoetsen. Nu is het zo vol in mij, hè, de emotie. Ik ben recht naar mijn ouders gereden en ik heb het gedeeld. En eigenlijk werd daar ook totaal hun onmacht voelbaar in wat ze al die tijd niet konden. Ja, nee, maar goed. Op dat mee, moment ik zei, wat moet je er ook mee? Ja, ook wat? niet konden. Nee, dat begrijp ik ook wel. En, en ik weet dat ze het ongelooflijk vervelend voor me vonden en pijnlijk en noem maar op. Maar wat, ik, wat je dan zou willen dat, dat ze konden geven, konden ze op dat moment ook niet geven. Nee. Dus uh, weet je, je kan delen als je dat met je ouders kan delen, maar niet meer met het idee van geef me dat nog wat jullie niet eerder hebben kunnen geven. Nee. Dus het, daar maar waarom, waarom zou je het dan eigenlijk wel delen? Nou ja, voor als die opening er nog is, uh, nou ja, waarom niet? Ja. Uh, het, het, het kan zeker iets openen. En het kan zeker, ik heb echt wel gesprekken met mijn ouders gevoerd, ze hebben mijn boek gelezen. Ja. Uh, maar niet meer met het idee dat, dat ik daarin nog iets van hun nodig heb. Nee, maar het lijkt me zo. Ik zeg: dit is allemaal projectie voor mezelf hoor. Omdat ik gewoon, als ik denk nu aan mijn eigen moeder, mijn vader leeft niet meer. Dan denk ik, ja, waarom, waarom zou ik heel erg dat gesprek met haar aangaan? Omdat ik gewoon zo bang ben dat ik er gewoon een schuldgevoel aan uh, praat. Ja, maar dan zou je het bijna ook doen. De, het schuld ja. komt er ook omdat je misschien nog iets hoopt of verwacht. Ik heb het, ik heb ja, ja. Het, toen ik wist dat mijn boek uitgegeven zou worden, vond ik dat de eerste stap moest zijn om mijn ouders de kans te geven om het te lezen, nog voordat de wereld het zou ja. lezen. Dus ik heb ze allebei een exemplaar gegeven, van alsjeblieft, en nou, ja. helemaal losgelaten of ik er wel of niet iets van zou horen. En mijn moeder belde me een week daarna, en, en eigenlijk in tranen, en ze zegt, ik heb het uitgelezen en ik heb alleen maar kunnen huilen. Ja. En, voor het eerst besefte ze eigenlijk wat het voor mij had betekend. Mm. Dus voor het eerst kon ze werkelijk invoelen van, hé, hey, wat voor groot effect. Ik, en ze, ik wist het niet dat je die angst had. Ik wist het niet. Nee. Um, en ze heeft me eigenlijk een ontzettend mooi onverwacht geschenk gegeven. Want het was natuurlijk ook de schaamte. Want weet je, ja, mijn, een stuk van mijn eigen verhaal staat erin ja, over een liefdesbange dans waarvan ik denk, jeetje, ik, in de eerste instantie had ik het opgeschreven met het idee. Ik haal het nog wel weg. Ik moet echt mijn familie niet lezen. En vooral mijn vrienden niet. En nee. noem maar op. Um, maar uiteindelijk heb ik het natuurlijk laten staan. Ja. En, en mijn moeder zei van... God, voor mensen die een oordeel hebben over dat eerste stuk... Dus dat eerste verhaal waar erin staat. Uh, als mensen daar een oordeel over zouden hebben... Dan zou je de vraag kunnen stellen... Heb je het hele boek wel gelezen? Ja, 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 true. En dat vond ik zo prachtig. Ja. Dat ze dat zei, waarvan ik het gevoel had van... Nou mam, je hebt het ergens op een diepe laag echt... Echt goed begrepen, uh, goed begrepen, en dat was voor mij echt een, uh, een cadeautje. En dan, nu jaren na data, waar het er over. Het is, een het is een ongekend succes. En uh, er zijn wel meer uh, schrijvers hier in Koekeroe, die nou ja, het dan hebben over een bestseller. Maar uh, dit is, dit is wel echt, echt een bestseller. Uh, ja, hebben jullie het er nog vaker over gehad of niet? Want nu ineens is het wel ja. Heel erg oud in die open. En, en ben je misschien ook een paar jaar verder. waardoor je misschien ook nog gegroeid bent in de gedachte hoe dit allemaal gekomen is? Je bedoelt met mijn ouder? Ja. Nou, we hebben het erover in die zin. Ja, ze, ze kijken eigenlijk ook wel heel erg met grote trots mee. Ja. Weet je, ik was toevallig gisteren nog bij ze en ik zei, Nou, morgen ga ik naar Giel. Ja, ja, ja. <laughs> en dan ze van, Oh ja, nou, wat? Ja, dus dus nou, dat vinden ze dan. Uh, ja, het, is, het is wederom een mooi ja. verhaal hoe iets heel pijnlijks, iets heel dieps, uh, nou ja, jou, jouw levenswerk is geworden om, nou ja, dat. dat te laten zien en hopelijk anderen daar handvat in te geven om uh... ja en weet je voor, voor hun is, is dat wat gebeurd is wat voor hun zo dramatisch is geweest in hun leven dat heeft zo weinig voor hun zelf betekenis kunnen krijgen in die zin dat ze daar zo weinig vroeger in gehoord zijn want dat was in die tijd nee. die, dat dat weet je het leven ging door mijn ouders hadden een boerderij daar moest gewoon gewerkt en knallen, worden ja, ja, ja. Um, en en ergens is het ook nu via mij een vorm van het alsnog dat het ja betekenis krijgt dat het voor veel mensen op een andere laag ook weer een nieuwe betekenis krijgt en dat dat het zaadje is geweest wat daar ja, toe bijdraagt vind ik ook ontzettend recht doen aan wat mijn ouders is overkomen maar dat heb ik dus kijk uh, kan het ook zijn dat je trouwens alle twee een beetje hebt uh, verbinding sowieso, sowieso allebei ja, dus ja, als ja, ja. je de ene hebt heb je ook de ander ja. weet je? het is het is een angst die zit in jezelf ja. maar op het moment dat je gaat relateren splits die angst als het ware in een pluspool en een minpool. En de een die schiet naar de verladingskant en de ander naar de binnenkant. Dus zelfs die dynamiek en die dans die doe je al met jezelf ook min of die meer? Die doe je in eerste instantie, intern. Ja, 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 precies. En die interne dynamiek, die leef je vervolgens uit in contact met een ander. ja En je kan zelfs, weet je, want het is natuurlijk ook niet een dynamiek die voorbehouden is in partnerrelaties. Weet je, dat kan je ook uh, ervaren in, met, in contact met een collega, ja, of met ja, ja. vrienden. En je kan bijvoorbeeld in een liefdesrelatie aan de kant van de verlatingsangst zitten, maar naar je collega toe. Uh, aan de ja, verlatingsangst ja, 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 precies. Dus um... nee, dat vond ik. Ik, ik, man, ik heb zoveel eye-openers gehad in dit boek. Juist omdat ik gewoon zelf nog altijd wat dacht. Nee, nou, niet zozeer dat het niet aan mij lag, zeker niet. Maar je denkt gewoon wel dat elke relatie anders is. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar min of meer is het. Is, is, is het spel of die dynamiek of die dans, hoe je het ook wil zeggen, is, is, uh, ja, is een beetje anders, maar eigenlijk hetzelfde? Ja, het principe van de dynamiek ja. is hetzelfde. En het, ja, het jasje is een beetje verschil, maar als je, als je de dynamiek gaat leren zien, ja. dan kijk je door dat door die buitenkant heen en dan zie je eigenlijk overal dezelfde dans terug. Nee, maar je denkt natuurlijk heel erg als je net uit een relatie komt, nou, deze fout ga ik niet meer maken daar ga ja. ik de volgende keer op letten. Ja. Maar zo werkt het niet, omdat het nee. gewoon, het zijn zulke oerinstincten, die kan, die kan je eigenlijk helemaal niet veranderen. Nou, die kan je met je denken niet nee, veranderen. Nee, dat, precies, dat is. Die kan je met je nee. denken absoluut niet veranderen. Dus hoe meer je denkt, oké, okay, volgende keer ga ik het anders doen, nu snap ik het, nu heb ik het gezien, ja, hoe groter de vrouw wel eigenlijk opnieuw is. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb wel een uh, lichte accent uh, richting bindingsangst. Mm -hmm. uh, en, en ik moet zeggen dat ik op een gegeven moment de symptomen las. Ik dacht, nou nah, jongen, ik, <laughs> ik, 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 ik ben helemaal gek. Omdat het, omdat het gewoon, dit is gewoon echt, dit is gewoon wie ik ben. Je gaat verbindingen en commitment uit de weg. Je bent bang om je vrijheid te verliezen. Je stelt je gereserveerd op, wil het liefst alles openlaten. Je ervaart de ander snel als te veel verstikkend. Je doet alles om de ander op gewenste afstand te houden, opdat het geen serieuze relatie wordt. Het idee van samenwonen of trouwen benauwt je. Je hebt de neiging om kritisch te zijn en fouten te zoeken in anderen. ander. Je blijft. Nou, ik kan even doorgaan. Hmm. Um, maar dat is met name dan dat je dus, nou ja, de, eigenlijk gewoon vooral dat je dat je uh, ja, vlucht voor jezelf. Helemaal. Want verbindingsangst is, uh, is ook al. Of bindingsangst is ook al eigenlijk. Ja, of misschien is dat het wel gewoon natuurlijk ah, ook. Ja, dat je, je niet verbonden met jezelf bent. je eigen diepere gevoelens. Ja. Dus, dus hè, je, je moet voortdurend in de vluchtigheid zijn. Of in de afleiding. Of, uh, om maar niet bij je eigen ongemak te zijn. Nee. En bij je eigen leegte. Ja, wijs je gelijk je naar je buik. Dat is, vind ik heel ja. goed. Nee, maar dat vind ik heel goed. Want dat is voor dat, mij... Het is echt de plek waar je niet ja. wil zijn. Nee, ja precies. Dus je bent uh, nou ja, overal opgericht. En je zoekt veel escapes en uitvluchten. Ja. En uh, je moet altijd ergens de achterdeur weten om weg te kunnen. Ja. Om maar niet daar te zijn. Ja. Maar ja, dan de grote vraag. En ik realiseer me dat ik niet uh, jou hier thuis heb uitgenodigd. om dat even in vijf minuten te fixen. Want uh, <laughs> nou ja, de kennis is één. Maar dan moet je dat langzaam ook. Uh, uh, nou ja, doorvoelen en op anticiperen. Maar even, even, even gewoon toch wat kort door de bocht. Hoe pak je dat aan dan? Nou ja, wat je zegt. Um... Het inzicht is een eerste stap. Ja. Zodat je gaat leren herkennen van, oh ja, wat doe ik nou eigenlijk? En waar ben ik nou mee bezig? Dus de bewustwording is ontzettend belangrijk. En is dat dan ook nog, toch nog even terugkomen, tof, of ik het wel of niet met mijn moeder dit ga bespreken? Kijk, dat komt toch wel voort uit. Op zich een prima jeugd en dat vind ik het lastige. Het voelt al snel als een soort aanklacht en, de, en ja, dat wil je maar niet. Eigenlijk mooi dat je dat benoemt, want dat vind ik ook ontzettend belangrijk. Dat het gaat niet over een schuldvraag. Nee. Weet je, dit is het laatste wat mijn ouders gewild hebben, dat nee, mij zou overkomen. En ik geloof ook dat het voor jou en ja, heel veel ouders ja, ja, ja. geldt. Dus het hoeft niet te maken te hebben met, het heeft niet te maken met, het is onmacht. Het ja. is ergens onmacht. En er zijn vele redenen waardoor dit kan ontstaan. Maar in dit geval uh, gaat het echt wel een beetje om, nou ja, uh, noem het dan maar toch even zwaar. Gebrek aan liefde, in ieder geval warmte, uh, 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 ja, ook een soort verbondenheid. Ja. Als dat het probleem is, hoe moeilijk is het dan juist om gevoelige onderwerpen als deze te bespreken? En ja. wat bereik je ermee? Dat, dat, uh, daarom. Ja, als het, als het helpt in mijn proces, dan ben ik wel geneigd het te doen. Maar dat is dus nogmaals de vraag. Denk jij, gewoon, als je, gewoon heel concreet met betrekking tot wat ik je net vertel. Denk jij van ja, ga dit even met je moeder bespreken? Of gaat het vooral met jezelf aan? Nou, gaat het vooral met jezelf aan. Ja. dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja, ja. Gaat het vooral met jezelf aan. Um, en je kan delen met wat er van binnen bij jou gebeurt. Ja. Maar dat is iets anders dan het hebben over, van god, jullie, jullie hebben dit nee, dan, ja, ja, gedaan ja, ja. of niet gedaan of nagelaten of ja. niet kunnen geven. Ja, want dan kom je al zo snel tegenover elkaar te staan. Ja, ja, ja. Um, dus het gaat zo ook over het insluiten van waar zij verwond zijn geraakt in hun geschiedenis. Ja. Dus het is, het, is, het is niet tegen hun, maar je wil nu wel stappen maken voor jezelf. Dat je in ieder geval daar zelf verder mee kunt. Maar goed, we waren even op zoek naar de oplossing. Ja. Nogmaals, ik realiseer me echt dat het niet zo 1, 2, 3 is. Nee, de quick fix bestaat niet. Nee. die bestaat absoluut niet, want het is ergens ook gewoon een levensthema. Mm -hmm. want, want de oorsprong van dit thema is, ligt eigenlijk altijd bij rondom geboorte. Dus voor, tijdens of in de eerste levensjaren, waar de periode van hechting natuurlijk. Het allerbelangrijkste is, daar ontstaat dit. Ja, soms zelfs op het moment dat je nog niet eens geboren bent. Het uh, ja. kan. Ja, ja dus uh, dit, dit uh, beschermingsmechanisme, wat voor ons van levensbelang is geworden, uh, ja, dat nemen we dus ergens ons hele leven lang al mee. Dus ja. dat laten we natuurlijk ook niet makkelijk los. Um, dus ja, waar vooral de helende beweging zit, is via de ervaring en het voelen. Dus de onverwerkte gevoelens die, hè, die we destijds niet konden toelaten als kind, omdat het te overweldigend was, dat zou ons overspoeld hebben, uh, die kunnen we nu wel stapje voor stapje gaan toelaten. Ja. We zijn nu ook gewoon volwassenen ja. met draagkracht. En, uh, dus nu kunnen we het wel. Maar alles in ons systeem zal weerstand bieden. Want ja. hè, wij als mensen willen niet graag naar pijn toe. Nou, en het is ook gewoon, precies, ik denk exact dat. En het is ook gewoon iets, iets, nou ja, wat we over het algemeen nog niet echt goed getraind hebben. Nee, nee alles in ons leven, in onze maatschappij, is erop gericht om van pijn weg te gaan. Exact. Van pijn weg te bewegen. Dus dat is onze eerste neiging. Terwijl de helende beweging is om dat Omarmd. Om daadwerkelijk ja. accepteren en, en het toe te laten. Want in het toelaten kunnen we het loslaten. He, dus loslaten kunnen we niet He, de, de eerste vraag die mensen mij vaak stellen is: Oké, okay, Hanna, nu snap ik dat ik het heb. Mm -hmm. Maar hoe kom ik daar zo snel mogelijk van af? Ja, dat, zo gaat het niet. Nee. Waar je van af wil, heb je echt vast te pakken. En het vastpakken met je lijf en niet hier. Ja, niet in je hoofd. Nee. Uh, maar is het eigenlijk. Ja, ik weet dus niet anders. Maar het, zijn er ook mensen die uh, helemaal geen verlatingsangst en bindingsangst hebben? Ofwel is het niet altijd. Is de liefde niet sowieso dat? Ik denk dat uh, iedereen hier iets van herkent. Alleen voor niet iedereen is het even problematisch. Nee. Ja, dus mensen die. Kijk, we leven nu eenmaal in een dualiteit. In de wereld van dualiteit, daar is altijd angst. Dus we, we, we leven ook met angst. Ja. Dat is een realiteit die ook bij ons leven hoort. Dus ik denk dat niemand het niet kent, totaal niet. Maar er zijn wel heel veel gradaties. Dus het is wel een grote geleide schaal. En waar mensen. Vroeg in hun leven al ervaring hebben opgedaan met, hè, met, met onbeschikbaarheid of uh, nou, met trauma. Noem maar op geboortetrauma, de navelstreng om de nek, in de couveuse hebben gelegen. Nou ja, Zo kun je mm -hmm. verschillende dingen opnoemen. Ja, daar, daar speelt het natuurlijk des te meer. En hoe, ja, hoe heftiger dat trauma toen is geweest, ja, hoe sterker je die dynamiek in je leven kent. Ja, en ik zit me te bedenken, maar dat dat heeft wel een beetje benoemd. Dat natuurlijk veel mensen. Ook gewoon, nou ja, en ik weet niet of ze er gelukkig mee zijn, maar in ieder geval even bij elkaar kunnen blijven in dit spel. Waarbij ze elkaar, nou ja, ook wel dus de, de pijnlijke kanten laten zien. Maar dat die dynamiek die blijft dan de hele tijd aan. Of ja, nou ja, dat, dat is dan gewoon dus uiteindelijk niet echt een gelukkig leven. Ja, er zijn natuurlijk veel soorten <laughs> relaties. Kijk, als, ja. als, mensen, als twee mensen daar een soort van status quo in, ja, in, in ja. hebben, waar ze nog steeds meer voordelen en ervaren dan nadelen, ja, hebben ze nog een reden om bij elkaar te zijn. Ja. Ja, ja, ja. Um, zo is het. Ja. Um, en uiteindelijk is het dus, hè, want als jij zegt bijvoorbeeld uh, dingen met de navelstreng of helemaal echt iets waar uh, nou ja, wat je niet eens weet, maar wat je dus blijkbaar dan wel voelt en er handelt. Het, het Gaat niet om die wond opzoeken. Nou, het gaat om, om de pijn toe te gaan laten, de lading die daar nog op zit. Ja. He, dus de, de lading van de afgescheidenheid. Dus ergens zijn we aan onszelf gaan twijfelen, uh, waar we verwond zijn geraakt, is iets waar he, dat beschermingsmechanisme van ooit van heeft gezegd. Als een goede vriend, die op het moment dat dat gebeurt, zegt: Dit is te groot, dit kun je als klein babytje of klein kind niet, niet nee. voelen, dat is te overrompelend, dan komt er gewoon een beschermingsmechanisme in ons leven. En die zegt van, ik bescherm je voor deze pijnlijke gevoelens. En zo kunnen we toch volwassen worden. Maar ja, het leven zit zo in elkaar dat we genoeg triggers om ons heen hebben die ons herinneren aan dat er toch nog wel iets zat. He, dus, en een partner is daar natuurlijk de ultieme trigger mm -hmm. voor, die dat in ons wakker maakt. Ja. Dat is niet weg te houden. Nee. Dat, dat is gewoon niet meer. Dus vroeg of laat komt dat omhoog. En dan hebben we de keuze van ga ik er dan van weg en kies ik gewoon voor een andere partner of wat dan ja. ook. Of ga ik nu kijken, hé, hey, wat is de lading dat dit mij zo ontzettend raakt? En die lading toelaten, ja, daar zitten natuurlijk de gevoelens onder van de diepe verlatenheid, van de, hmm. van de eenzaamheid, van de afgescheidenheid. Ja, dat zijn echt geen makkelijke gevoelens om bij stil te staan. Nee. Maar dat is dus vooral. En nogmaals, dat is, dat is gewoon, daar gaat ook gewoon tijd overheen. En, en maar vooral zo goed mogelijk in verbinding staan met jezelf en die pijn gewoon voelen en, en, en er doorheen gaan, zeg maar. Ja, dus iedere trigger die we krijgen is eigenlijk een soort van uitnodiging eh, om erbij stil te staan en, en om het toe te laten. En ja. alsnog je tranen te huilen of ja. de lading van de boosheid naar buiten te brengen of wat dan ook. Ja. Um, nou, ja. boosheid, maar goed, dat heeft hier alles mee te maken. Boosheid, daar merk ik echt dat dat een soort probleem bij mij is. Omdat ik gewoon die emotie helemaal niet zo goed ken. Mm -hmm. Terwijl ik hem natuurlijk moet ik hem kennen, denk ik ergens. Mm -hmm. Maar is dat een typisch uh, bindingsangst, dingetje? Of, uh... Nou, ik kijk sowieso, om. om... We gebruiken de termen verlatingsangst en bindingsangst om, om die twee polen helder te ja. duiden en toch lopen ze ook heel erg door elkaar, want uh, ja, 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 je zegt nou, is het nogmaals de, je de, de bindingsangst hebt het alle je. is eigenlijk nog een extra beschermlaagje over de verlatingsangst heen. Ja, precies. Ja, ja, want ja, ja. onder die bindingsangst zit de verlatingsangst. Ja, ja, ja. Alleen is ja, ja. dat zo bedreigend dat je zegt, nou, ik zorg ervoor dat ik daar in ieder geval ja, ja, niet kom. Dan ja, ja, heb ja, ja. ik al lang weer een andere oh, wauw, escape ja, 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 ja. Uh, gevonden. Dus daar kom ik niet. Nee. Maar daar zit hij wel. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, en boosheid is natuurlijk de emotie waar we het grootste risico mee lopen om opnieuw afgewezen te worden, mm -hmm. verlaten te worden. Dus voor veel mensen is boosheid voelen alleen al, laat staan, naar buiten brengen, al ja, een enorme klus. Want dan, yeah. dan loop ik dat risico weer. Yeah. Dus dat zijn mensen die geleerd hebben, dat, zo was ik er ook eentje. Yeah. Uh, nou, boosheid, ik, nou, ik dacht, nou, dat, dat heb ik gewoon niet. Ja, natuurlijk heb ik dat. Ja. Um, maar dat kon ik heel goed verborgen houden en dat, dat, dat mocht er helemaal niet zijn. Dat kon nee. er helemaal niet zijn. Dus. En hoe doe je dat nu dan? Nu ben je vooral heel duidelijk. Niet per definitie lijkt me iemand die nog steeds heel vaak boos is, maar je, bent wel, je staat wel meer voor jezelf dan vroeger. Absoluut. Ja. Absoluut. Ik heb echt moeten leren om ook die emotie in mezelf op te halen. Want in die emotie van, van de boosheid, daar zit ook je kracht. Ja. En daar zit ook je gevoel van eigenwaarde en, en je gevoel van integriteit en je vermogen om gezonde grenzen te stellen. Precies. Dus als je niet bij die boosheid kunt, kun je ook niet bij je kracht nee. en, en bij je eigenwaarde. Dus dat is een ontzettende belangrijke uh, uh, kant om toegang toe te krijgen. Mm -hmm. Hè, er zijn vooral de mensen die de bindingsangst goed kennen, die mogen veel meer in haar, hun kwetsbaarheid, die mogen veel meer dat hart. Zacht maken, die hebben vaak dat pantser om dat hart gemaakt. Ja. Van nou ja, weet je, ik ben de onafhankelijke ja. en ik, uh, ik doe het wel alleen of uh, ja. uh, mij raak je niet meer, nee. maar krijg je eigenlijk niet meer echt. Die mogen dat veel meer zacht maken en weer openen en ook de kwetsbaarheid gaan toelaten. Maar er zijn ook mensen die bij mij komen die zeggen: Hanna, ik heb al zeeën volgehaald. Hoeveel kwetsbaarheid moet ik nog? Hè? Hoeveel, hoeveel ja, ja. tranen moet ik nog huilen? Hoe moet ik dan nog veel kwetsbaarder worden? <laughs> nee. Daar is juist die andere kant voor nodig van: hey hoe zit het met je kracht? Ja, ja, die dus, dus die boosheid. Ja, ja, ja. Precies. Dus die twee polen heb je allebei nodig. Ja, Zowel die van de kwetsbaarheid als van de kracht. Ja, ja, ja. Ach man, ik word al helemaal onpasselijk. Of nee, onpasselijk is niet het woord. <laughs> nee, maar ik merk gewoon dat het me echt raakt. Omdat ik gewoon denk: ach man. Ja. Uh, om, om die deuren open te zetten. Ja, ja, ja. Je voelt dat het nodig is. Je voelt ook dat je het heel graag wil. Maar je ja. voelt ook een. Wow, een. een, een Heel, ja, grote angst, gewoon inderdaad. Is het? Ja. Absoluut. Ja, absoluut. Hoe kijk je aan tegen verliefdheid eigenlijk? Want dat is toch een soort gek fenomeen. Uh, het is machtig mooi natuurlijk, maar ergens. Ja, omdat je gewoon zo bezig bent met, met, met altijd de beste versie van jezelf. En dat is, dit is, niet, dit is geen truc, dat is gewoon wat er gebeurt. Ja. Maar ja, dat is dus wel heel verneukeratief. Kijk, ja, ik wil niet een heel slecht beeld van de liefde schetsen, maar dat realiseerde ik me gewoon ook wel toen ik jouw boek las. Ja. Nou ja, het heeft, het is natuurlijk uiteindelijk een ultieme. Um, ja, hoe moet je het zeggen? Een ultieme uh, manier om twee mensen bij elkaar te ja, brengen, precies. die allebei belang hebben bij die ontmoeting. Het is eigenlijk een prachtig cadeau, ja. maar wat de liefde of uh, wat de verliefdheid? De verliefdheid heeft de belofte in zich: het is nog mogelijk. Het bestaat nog. Echte liefde die, dan je Die, die ja, echte liefde ja, dan denk je ja, ja. ja weet je, nou, nou, komt het voor de rest van mijn leven goed. Ja. Deze man of vrouw die gaat mij gelukkig maken. Ja. Dat is echt die belofte is wat verliefdheid ons doet voelen. En dan willen we die perfecte partner voor de ander zijn en die ander wil die perfecte partner voor ons zijn. Ja. En dat gaat een tijdje goed. Maar ja, op een gegeven moment vallen we echt zwaar door de mand, want we zijn niet alleen maar die perfecte partner We, zijn, we hebben ook onze gedoe en uh, soms zijn we ook moe en kunnen we helemaal even niet uh, mm -hmm. dat geven. En kan die ander dat ons ook niet geven. Dus die partner, waarvan we echt dachten: dit is de prins of prinses op het witte paard, blijkt gewoon op een gegeven moment een mens te zijn. Ja. Gewoon een mens met al zijn gedoe en met al zijn. Ja. Nou ja, met alles erop en eraan. Je kan er ook niks tegen doen. Ik heb wel eens geprobeerd namelijk dat ik gewoon wel bewust was van het feit dat ik weer helemaal verliefd was. En dat ik dacht: oké, okay, ik ga nu niet. Ik ga, zo, ik ga niet die prins proberen te spelen. Want dan, dan ja. komen we elkaar later tegen. En ja. Dus, dus, dus ik dan probeer dat down to play. Maar dat, dat ja. is niet iets wat je, als, uh, wat je zelf onder controle kan hebben. Nee, nou, dus het is lekker is om daar even van te genieten. Ja, nee, precies. Maar vroeg of laat komt die scheur natuurlijk. Ja. En vallen we door de mand. En, en dat is eigenlijk het moment. waar Wat er echt toe doet, doet. Van hé, hey, en blijf ik nu met mijn eigen kwetsbaarheid. En ook met... Al het onvermogen, de kwetsbaarheid en het gedoe van de ander. Mag, mag die ander gewoon mens zijn? En mag ik ook gewoon mens zijn? Ja. Mag ik ook mijn eigen. Dan begint de hebben? echte liefde als het goed is Dan, of niet. En, en als die verbinding er mag zijn, als ik met dat alles er mag zijn en ik mag gewoon echt helemaal mens zijn, met alles inclusief, ja. en ik hoef niets van mezelf weg te houden, ja, dat is dat is de echte liefde. Het is, Ach, eigenlijk, het is eigenlijk waanzinnig. Het is een soort tool, eigenlijk die verliefdheid, waardoor je een soort verdoofd bent en dus geconnect raakt met elkaar omdat je het anders misschien nooit zou doen. Precies, en juist die ander die je hebt aangetrokken, want dat is natuurlijk ook de dynamiek, die is, de aantrekkingskracht van de dynamiek, zorgt ervoor dat het, het leven brengt jou eigenlijk iemand op jouw pad, die voor jou het perfecte cadeautje is om dat in jezelf wakker te roepen, wat nog niet heel is. Ja, 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 ja. Dus ja, maar, die geeft dat, jou de maar is dat altijd zo? spiegel? Want dan, dan, dan is het dat is dus wel heel erg. Ja, dat heb ik gewoon wel heel erg geleerd van, van Jan Geurts. De, hoe heet het boek? Verslaafd aan liefde. Verslaafd aan liefde. Ja. Dat dat dus eigenlijk juist niet moet zijn. Want dan, dan probeer je van twee helfjes één te maken. Juist niet. Juist niet. Die ander. Die is de ultieme trigger om in jou wakker te maken wat er al in jou zit. Ja, ja, gewoon de trigger om wakker te maken. Dus ja, ja, die die okay. laat jou zien waar ik nog niet heel ben in mezelf. Ja, of waar ja, ja. ik nog. En jij, ook een spiegel. het is dus niet zozeer dat je het bij elkaar optelt. Nee, nee, juist nee. niet. Want nee. waar je het juist bij elkaar gaat zoeken, daar zit je in die symbiose en in die verstrikking met elkaar. En dan zit je in de wederzijdse afhankelijkheid. Dat is de, de, ja. de liefdesbange dynamiek. Ja, 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 dus dan zit je ja, daarin gevangen. Precies, ja, ja, ja. Maar wil je daaruit komen, kan je zeggen: oké, okay, en wat hiervan is van mij. En wat, wat in mij kan ik dus meer gaan omarmen en in het licht gaan zetten en gaan helen? Dus wat, uh, wat heb ik hier te doen? En, en als beide partners dat voor zichzelf gaan doen, ja, dan kan je de liefde enorm verdiepen en dan kan je ontzettend veel van elkaar leren. Ja, nee, maar oké, okay, maar dat is wel even goed om duidelijk te maken, dat als jij het hebt over eh, de symbiose, is dat vooral dus met jezelf, niet, niet zozeer uh, tussen twee mensen. Nee, dat is ook tussen twee mensen. Ook wel tussen twee ja, mensen. Ja, dus die, die de verliefdheid is eigenlijk een vorm van symbiose. Ja. Dus het is eigenlijk een versmelting waarin we weer even terug willen naar die eenheid waar we ooit vandaan ja. kwamen. Ja. En daar is alles goed. Heerlijk. Daar is alles goed. Ja. Maar ja, vroeg of laat dan is er één van die twee die zegt: "Oh, het was heel fijn in deze symbiose, maar er is toch nog toch iets nog, meer ja. in de wereld dan ja, alleen ja. jij." En die gaat zich weer wat losser maken. Ja, en dan, dan ga je die dans krijgen, want dan Trikkel je elkaar. Maar wat, wat je daarmee doet, bepaalt of je in die afhankelijkheid blijft of dat je zegt. oké, okay, dankjewel voor wat je me laat zien. Ik vind het verschrikkelijk irritant en moeilijk en pijnlijk, maar ik ga het in mezelf uh, helen. Mm -hmm. Ik ga het in mezelf verwerken. Yeah. En dan kan het zijn dat dat het cadeautje was met die persoon, of het kan zijn dat je jarenlang bij elkaar bent. Yeah. Yeah. En met ja, ja, ook ja. natuurlijk steeds fases weer van nieuwe. Want dat verandert Uitdagingen. Ook. Ja, precies. Dat is echt niet. Uh... Nou, wat ik een hele uh, belangrijke les vond, ook voor mensen die in een relatie zitten en die gewoon denken wat de gedoe allemaal. Ik herkende ook weer heel erg mijn eigen gedrag. Dat je namelijk heel vaak, tenminste, dat spreek ik namens mezelf, niet, uh, hoe noem je het, congruent bent. Dus dat, oh, je, ja. dat je eigenlijk gewoon tegenstrijdige signalen geeft. En dat is iets wat ik heel erg ken aan de ene kant, echt. In een soort nou ja, knuffel, verstrengingsmodus. Ach schatje, ik wil nooit meer bij je weg. Ja. Om op andere manieren toch ook weer een soort afstand te zoeken. Met nee, ik uh, doe dit even alleen of zo. Omdat je ja. gewoon denkt, oh shit, het komt er dichtbij. Ja. En, en ja, ik denk dat je dan wel weet van oké, okay, hier is even iets niet oké. Okay. En, dat, je, en dat, dat mensen dat ook altijd wel voelen. Of ze het nou echt realiseren of niet. Ja, absoluut. En mensen. Hè, de, maar beide polen doen dat op een ja. bepaalde manier. De mensen met de verlatingsangst zullen dat wel meer de mensen met bindingsangst kwalijk nemen waarschijnlijk. Uh, ja, hè, want die ja, zijn ja, de ja. eerste die, in die, uh, hè, die, die het aantrekken, maar vervolgens ook weer heel erg uh, afhouden. Ja. Maar de mensen met de verlatingsangst doen dat natuurlijk ook, want die interpreteren wat een ander zegt. Uh, hè, als de ander zegt ja, ik wil de relatie wel openhouden. Dan gaan die dat ook bijvoorbeeld dan durven die niet door te vragen. Wat bedoel nee. je daar precies mee? Nee. Oh, bedoel je dat je er nog iemand naast wil hebben? Ja. Oh, is dat wat je bedoelt? Dan heb ik een keuze. Ja, Hè? Dan als ja, ja. ik dat echt wil weten. Ja, ja. Maar die moffelen dat ook allemaal weg, want dat willen ze niet echt weten, want dat nee. komt er ook slecht uit, want dat is toch ook wel heel pijnlijk. Ja. Dus ja, beide kanten doen dat, maar ja, ik denk dat meer mensen vanuit de bindingskant dat meer zullen sterker zullen herkennen. Ja, en eigenlijk begrijp ik nu dat het sowieso niet uh, heel erg. de ene met verlatingsangst en de andere met bindingsangst nee. is. Het is dus sowieso. Zo zwart-wit is het nee. niet. Nee. Dus, dus er kunnen ook twee mensen met bindingsangst heel erg dit spel aan het spelen zijn. Of helemaal, uh... Nou, dat, dat zul je niet zien, want ik denk dat daar oh, nee, een connectie die... is. Ja, precies. Oh, ja. oh, <laughs> daar oh, ja. heb je de dynamiek niet. Nee. Dus twee mensen die bindingsangst ja, die, die vormen geen enkele bedrijf nee. voor elkaar. Dus en twee maar... mensen met verlatingsangst. Ja, die, die komen nooit meer uit de symbiose met elkaar, <laughs> zou je zeggen. Ja, ja, dat is altijd goed. Maar dan is er, dan is er geen belang voor de dynamiek. Nee. Dus het is, het is eigenlijk een en dezelfde angst, maar hij splitst zich. Eh, en daar heb je dus allebei recht evenredig hetzelfde belang bij. Ja. He, waar. Waar vooral de mensen met de verlatingsangst, de mensen met de bindingsangst, um, nou ja, een soort van beschuldigen wat ze doen, want die is lastig en ik wil wel. He, de mensen met verlatingsangst zeggen, ik wil wel. Ik wil me juist verbinden. Ik wil, heel graag, mm -hmm. ik wil heel graag samen met die ander zijn. Maar toevallig precies bij iemand die dat niet beantwoordt. Maar dat komt omdat ze zelf even bang zijn voor ja, de echte precies. verbinding. Maar zij hebben de neiging om juist een project te maken van die, van die andere pol. Ja. Maar als die nou in therapie gaat, ja, dan komt het goed. <laughs> ja. Maar ja, in feite is dat een, een ultieme manier ook, om ook juist van hun eigen angst weg te lopen. Maar ja, dat is een grote blinde vlek voor mensen met verlatingsangst. Want die zeggen, ja, maar het ligt aan die ander. Ja. ja. Maar nogmaals, maar de, is de liefde niet altijd dit spel? Of kan het ook gewoon, ja, dat weet ik echt niet. Nou ja, in meerdere of mindere mate denk ik wel. Um, ik denk in, in iedere relatie is, het er, sprake en, ja. Ja, ja, is er sprake van dynamiek. En is er sprake van elkaar spiegelen in, in kanten van onszelf. Ja, die nog niet, uh, die nog niet geïntegreerd zijn als het ware. Ja. Um, ja, ik zit gewoon hier... Eigenlijk heb ik hier gewoon een gratis consult, aan, Want ik zit alleen maar persoonlijke shit erin te gooien. <laughs> maar ik vind het heel top. Ik hoop dat andere mensen er ook iets aan hebben. En dit is... Nou ja... Heel stereotyp gezegd ben ik geneigd te denken... dat het misschien meer een soort mannending is. Maar lust en liefde. Ja. Yeah. Ik vind dat uh, lastig. Omdat je op een gegeven moment... Ja, ik letterlijk niet meer weet... Ja, wat ik aan het volgen ben. Of wie, wat ik achterna loop. Uh, mm. Snap je? Het is, ik vind het een lastig spel. Omdat je aan de ene kant heel erg... Nou ja, voel ik natuurlijk wel degelijk, ondanks de bindingsangst... wel de behoefte om te connecten met iemand. Mm -hmm, zeker. Uh, tegelijkertijd is daar ook een hele sterke lust uh, ja, die, die er ook speelt. Ja. En ja, dat is dan alleen al met mezelf heb ik daar gewoon ontzettende strijd tussen. Of dan strijd, ik weet gewoon zelf niet meer zo goed wat je dan aan het volgen bent. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Um, kijk, je hebt, je hebt in het boek ook de hechtingscirkel voorbij zien komen. Zeker, ja. Um, en uh, kijk, mensen met, de, met nou ja, de eerste plek in de hechting, we maken contact met elkaar. Mm -hmm. En dan uh, gaan we aan elkaar hechten. En er ontstaat intimiteit en daarvoor is kwetsbaarheid nodig. Dus dat we op, onszelf open durven stellen in het. Nou, in waar we ons kwetsbaar voelen, waar we bang zijn of mm -hmm. verdriet over hebben of wat dan ook, um, dan ontstaat er werkelijke intimiteit. Nou, voor mensen met de bindingsangst, want de, de eerste plek in de hechtingscilke is de mensen met de bindingsangst die getriggerd worden, want er wordt een appel gedaan op hoe laat ik mezelf zien met mijn kwetsbaarheid. Mm -hmm. yeah. En als je daar niet zo makkelijk bij bent, dan wil je eigenlijk die stap in die <laughs> overslaan. Yeah. overslaan en dan ga je eigenlijk yeah. van contact. Heel snel, naar seksualiteit. Ja, ja, ja. En je slaat eigenlijk de intimiteit over. Ja. En voor de verbinding is dat een wezenlijke stap. Ja. Voor de echte verbinding kan ja. je die niet overslaan. Nee. Ja, dus dan, nou ja, dan kun je ja, ja. seksualiteit delen, maar dan mis je eigenlijk de intimiteit. Ja. Je, dan, dan is die andere bewijs van spreken een soort van inwisselbaar. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar. Als je je echt openstelt in je kwetsbaarheid en in de intimiteit, ja, dan ga je dat verbinden met echt die persoon. Ja, ik had er toevallig dit weekend ook een goed gesprek over. iemand die ook nog eens een keer, hè, wat ik net al opbiechtte, de moeilijkheid om boos te zijn, dat ja. heel erg koppelde aan uh, dat je dat dan dus ook bijvoorbeeld in seksualiteit er veel makkelijker uit zou kunnen krijgen. Snap je? Dus dat, het, dat is toch een soort vaatje dat leeg moet. Mm -hmm. Kan hopelijk ook met creativiteit, denk ik dan altijd maar. Mm -hmm. uh, de, de, maar ja. ja, ja, ja. En, de, en de andere kant ervan, anders is het misschien ook zo eenzijdig. De, de, <laughs> degene met de verlatingskant. Uh, weet je, die gaan daar ook te snel in mee. Want die willen zich zo graag ja, geven, want ja. die willen zo ja, graag ja, ja, verbinden. Ja, ja. Dat ze eigenlijk nee, ook die stap overslaan. Ja, ja. Dus die gaan ook niet, die nemen ook niet tijd van. God, gaat het echt om mij? En wil die ander mij? of uh, is het de bedoeling om mij zo snel mogelijk in dat bed te krijgen? Oké, okay, dus maar misschien is dit een uh, te moeilijke vraag. Maar ik kan me voorstellen dat er flink wat mensen luisteren die denken: Ja, god, nu begin ik ook ineens te twijfelen of uh, de relatie waarin ik zit wel goed is. Heb, uh, zijn er een, soort, paar, een soort, soort checklistje? Waardoor je weet of je heel erg bezig bent. Want ik bedoel, gedoe uh, is er altijd wel een beetje. Maar hoe weet je of je in dit spel zit? Uh, nou ja, in ieder geval of je uh, als je. He, de patronen tegenkomt die, die daarin staan... en die refereren aan de verlatingsangsten van de bindingsangst. Ja. Dus je, je zal altijd een van die twee patronen... vaak allebei wel in jezelf herkennen. He, dus waar, waar de bindingsangstige um, weggaat van intimiteit... niet stil wil staan bij moeilijke gevoelens... er alles aan doet om de intimiteit buiten te houden... alle opties open wil laten. Dus je, maar he, je maakt geen echte keuzes... Um, je doet er alles aan om afstand te houden. Dat zijn allemaal dingen die hè, je, je, je wil je partner niet voorstellen aan je vrienden of familie. Ja, ja, ja. Dat zijn of op moment hè, dat je wil gaan samenwonen. Of uh, dat zijn van die eikmomenten waarop die bindingsangst getriggerd wordt. Ja. En mensen met verlatingsangst, ja, die herkennen zichzelf dat ze juist altijd samen willen zijn. En die voortdurend bezig zijn om die ander maar naar zich toe te trekken. En um, die willen eigenlijk alleen maar samen zijn. En die vragen van die andere betrokkenheid, die eigenlijk buiten proportie is. Waar die ander eigenlijk niet eens kan of wil geven. En die zijn voortdurend aan het checken of die ander wel beschikbaar is. Ja. En is, is uh, het appje wat ik net gestuurd heb, zijn de vinkjes al blauw. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> um, hè, weet je, dus, dus um, het is niet vrij. Nee. Het, is niet, het is geen vrije beweging. Er zit een, er zit een claim in. Hè? Dus mensen met met de verlatingsangst die zoeken voortdurend bevestiging. En die leggen echt een enorme claim op die ander. En dat is natuurlijk ook wel de ultieme trigger voor de mensen met bindingsangst. Uh, die denken: van, oh my god, uh, mm. wat, 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 wat moet je van me? Um, ja, dus. Nou ja, 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 duidelijk. Heel uh, stereotyp gezien, maar je, je kan er dan beter, denk ik, spreken van energie dan echt, echt man-vrouw. Maar is het wel zo dat bindingsangst is iets meer mannelijke energie. Is, dat zeg je goed. Het is de mannelijke energie. Ja. Maar het is niet zo. Mannen hebben binnen zichzelf nee, 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 verladingsangst. Maar het is de, de mannelijke energie is meer gekoppeld aan de bindingsangst en de vrouwelijke energie meer aan de verlatingsangst. Maar er zijn absoluut mannen die meer vrouwelijke energie in zich hebben dan ja. mannelijke energie en die dus vooral de verlatingsangst ja, meer ja. kennen. Ja. Maar had ik dus eigenlijk uh, had ik het blauwe boek moeten kopen. <laughs> <laughs> dat, niet. dat is helemaal je eigen keus. <laughs> maar het is grappig, want we zijn natuurlijk begonnen met het roze boek. Ja, het roze, ik heb hier een en... roze boek. Liefdesbang, overwin, verlatingsangst en bindingsangst. Dat is het ding. Ja, maar hij, die, is hij is roze. Ja, hij is knalroze. Nou, dat past hier uh, bij mij. Dat past ook uh, bij je traai. Precies, <laughs> exact. Ik, ja. Maar het, het grappige is, uh, nou ja, zo zijn we begonnen. En, en in mijn trainingen, in mijn live trainingen, uh, kreeg ik iedere keer te horen van vooral vrouwen die zeiden: ik wil jouw boek zo graag aan mijn partner of zelfs ex-partner oh, cadeau ja, geven. Ja, ja, ja. Uh, en niet om hem terug te krijgen, maar wel dat hij met terugwerkende ja, ja, ja. kracht snapt waarom het mis is gegaan. Um, maar Hanna, ik kan echt niet met een rolboek bij <laughs> hem aankomen. Wow. En ik vond het eigenlijk wel grappig. Dus ik maakte een soort van uh, grappige opmerking uh, naar, mijn, naar mijn uitgever toe. Nou, en ze pikte dat eigenlijk meteen op. Ze zei: nou, dat gaan we doen. We gaan er een blauwe dus van Dus er is er van. ook eentje met ik een blauwe. Zei, Prima, we gaan er. Dus er is ook een blauwe van. En, dus. en uh, zie je verschil in verkoopcijfers? Ja, of, uh, ik zou dat niet kunnen nee, zien. Nee, ik nee, nee. Ik weet het niet. Er is los van Liefdesbang. Uh, is er ook nog uh, een, 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 een werkboek. Ja. Nou ja, dat is daar een beetje in het verlengde van. Liefdeskunst. Ja. Uh, was dat. Ja, waarom moest dat boek er komen? Nou, dat is eigenlijk waar, waar liefdesbang vooral uh, het wat beantwoordt van wat is het, wat yeah. houdt het in, uh, waar gaat het nou eigenlijk over? Is het werkboek liefdeskunst vooral uh, een antwoord op de hoe-vraag? Yeah. Als je liefdesbang gelezen hebt, dan denk je: oké, okay, nu snap ik het, maar hoe dan? Ja, yeah, precies. En dus in liefdeskunst zijn er gewoon heel veel handvatten, oefeningen, um, uh, meditaties. Yeah. Uh, visualisaties van alles om je veel meer eigenlijk naar je ervaring te brengen. En precies het werkboek wat je nu in je hand hebt, dat bestaat er dus ook in een online versie. Ja, 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 precies. Dus uh, waar eigenlijk al de meditaties en de visualisaties in staan en de presentaties in staan, waar ik heel veel met video's uitleg. Uh, dus voor mensen die het fijner vinden om dat online te doen, um, nou is die mogelijkheid er ook. Dus, uh, ik noem even een paar van de tegenstellingen. Dat voelt gewoon heel goed. Het verschil tussen liefdesbang en wat je dan maar liefdesvrij hebt genoemd. Ja. Uh, ik kan ze niet allemaal doen, maar uh, het, was, het, het, is, ja, het is heel mooi. Uh, achtervolgen weglopen, dat wordt in contact zijn met wat er is. Focus op de ander wordt jezelf als beste vriend. Nou ja, afhankelijk wordt autonoom. Dat is op zich uh, nogal duidelijk. Maar ook bijvoorbeeld uh, behoeftig, dat wordt juist overvloedig. Wantrouwen wordt vertrouwen. Ja, ik vond dit heel erg. Oh, ik dacht, oh ja, dat is uh, ja. Je wil gewoon liefdesvrij zijn. Ja, ben jij liefdesvrij? Uh, nou ja, het ultieme liefdesvrij, dat ben ik natuurlijk niet. Um, ik, heb, uh, ik, ik heb het geluk dat ik, eh, dat ik een partner heb um, met wie ik dit steeds ook weer mag doen en onderzoeken. Mm -hmm. Dus um, waar we allebei de bereidheid hebben om onszelf steeds tegen, tegen te komen in contact met elkaar. En dat geeft ons de mogelijkheid om daar steeds weer in te groeien. En dat, ja. dat is eigenlijk het, het allerliefste wat ik altijd wilde. Een partner die dat met mij zou ja, aangaan. Ja, ja. En niet die als het even moeilijk wordt, uh, de benen zou nemen. Maar nee. die, die dan blijft en zegt, nou, dit ga ik in mezelf onderzoeken en geef mij de ruimte om mijn dingen te onderzoeken. Dus um, het is natuurlijk niet een zwart-wit van dit rijtje, dat rijtje. Weet je, nee, soms ploeteren we in het linkse rijtje ja. en, en soms ja. hebben we ervaringen in, in het liefdesvrije stuk. Maar ja, we worden ook iedere keer weer uitgenodigd om iets van de, van de angstkant weer te integreren en te helen. Dus het zijn steeds diepere lagen die ja. daarin um, naar boven komen. Die, uh, ja. Nee, dat begrijp ik goed. En dat is ook dat is gewoon het leven. Dat is wel dat mooi. het leven, ja, absoluut. Ja. Ik vond met name, want nou ja, dat is een beetje een soort rode draad uh, in deze hele koekeroerreeks. Dat uh, nou ja, ik heel erg ben, bezig ben met, met verbinding met mezelf. Dat is letterlijk, daarom vond ik het grappig dat jij zo naar je buik ja. uh, wees. Omdat het daar gewoon ook allemaal een beetje begonnen is. Gewoon echt letterlijk door trainen. En ik het feit dat ik mijn buikspieren niet goed onder controle heb. En gewoon omdat ik het heel moeilijk vind om de hele tijd dat te voelen. Nu. Ben ik daar echt een paar keer per dag. Ik zit eraan te denken om toch echt een soort alertjes te gaan uh, zetten. Zo van oké, okay, hoe, hoe sta je in verbinding met jou? Mm -hmm. Maar ik vond het zo mooi dat de andere kant, de liefdesbange kant, is verlies van jezelf. Waardoor ja. ik dacht van oh ja, ja, dat is dan uiteindelijk wat eraan ten grondslag ligt. Ja. Ja, je, levert, je levert iets van jezelf in om in contact met de ander te zijn. Dus hey, ergens verlaat je jezelf om in contact met de ander te zijn. En dat kan natuurlijk nooit nee. de bedoeling zijn. Nee, nee, nee. nee. Een uh, liefdesroep, moet ik eerlijk zeggen, heb ik nog niet helemaal gelezen. Uh, maar ik voelde wel heel erg uh, een stuk herkenning in. Uh, ja, weet je, dat is... Uh, ja, mijn passie heb ik gewoon altijd gehad. Gewoon heel erg goed weten wat je wil en, uh, en daar dus ook voor gaan. Uh, want dat is toch een beetje liefdesroep. Gewoon wat je, wat je, waar mensen vaak wel een probleem mee hebben, wat je echt zou willen in het leven. Ja, daar gaat liefdesroep over. Dus echt, wat is de, de, de roep van je hart? Uh, dus waar, het is eigenlijk een, een breder continuum dan wat liefdesbang is. Liefdesbang gaat dus eigenlijk over het domein van de liefde. En liefdesroep gaat eigenlijk over het domein van het leven. Yeah. Dus het gaat eigenlijk over hoe kan ik mijn, mijn levensangst of doodsangst omzetten naar het levensvrij zijn. Dus hè, bij liefdesbang is dat het liefdesvrij zijn, wat je net zo mooi in die ja, rijtjes ja. liet zien. Ja. En bij liefdesroep gaat het over levensvrij zijn, zodat ik niet meer belemmerd word door mijn eigen angsten om uiteindelijk mijn eigen passie en mijn bestemming te kunnen leven. Want ik geloof dat we allemaal, uh, ja, echt een mm -hmm. doel hebben of een bestemming hebben. Wat we voelen van hé, hey, daarvoor kwam ik eigenlijk. Ja. Dat was, dat was wat, wat potentieel aanwezig was. En ja, ik denk dat we het grootste geluk ervaren als we dat ook kunnen openen en ons dat potentieel ook leven. Maar ik voel wel steeds meer nou ja, jouw levensverhaal is uh, die, die geeft dat ook aan, dat dat er misschien juist wel heel vaak zit in datgene waar je bang voor bent. Precies. Precies. Nou, dat is ontzettend mooi dat je dat zegt, want dat is echt de spijker op zijn kop. He, waar ik het liefdesbang was, was natuurlijk mijn meest kwetsbare thema ja, van mijn leven. Ja, ja. En ik weet dat ik ooit zo als kind in mijn bed lag te fantaseren want stel je nou voor dat ik dat dat ik daarmee naar buiten zou kunnen komen. Stel je voor dat ik dat open aan de wereld zou doen. Mm -hmm. Jeetje, wat is er dan mogelijk? Ja. En ik meteen terugschrok van... ja, maar dat kan ik nog niet. Dat kan <laughs> nee. ik nog niet. Maar uiteindelijk later is het wel uh, gebeurd. Ja. En heeft het me ongelooflijk vrijgemaakt. Want weet je, dit is, dit is het. Dit mm -hmm. ben ik, met alles erop en eraan. En dat hoort daarbij, voorbij de schaamte. Nou, ja. maar Ik heb daar heel wat schaamte en angst voor het oordeel... en moeten overwinnen Tuurlijk, ja. om daarmee naar buiten te komen. En niet alleen als mens, maar ik was ook nog eens therapeut. Ja. Therapeut die, die zegt: Hallo. Ja, ja, ja. Was dat nog een soort Hallo. druk? Inderdaad. Ik heb, ja, uh, ja, ja, ja. ja, ja. Ik, uh, ik heb verlatingsangst. angst. Er oh, komt eigenlijk ja. echt geen hond meer naar mijn praktijk. Ah, oh, ja. Natuurlijk, ja. <laughs> ja, natuurlijk. En ergens wist ik wel beter van binnen. Oh, ja, maar het ja, is ja. wel de angst waar je die ook hebt. Uh, maar goed, dus, dus ik heb in mijn eigen leven met dat thema zo kunnen ervaren hoe bevrijdend het is om. Dat gewoon van binnen naar buiten te brengen ja. en te zeggen, nou, dit is het. En dat geeft mij nu de mogelijkheid om ja, iedere week trainingen te doen met mensen die ook die stap van angst naar ja. liefde willen zetten. Nee, echt mensen te helpen, ja, dat is toch wel waanzinnig. Nee, en naar mezelf toe dacht ik in ook eens van: oh ja, de, uh, bindingsangst. Om dan vervolgens uh, bij de radio eigenlijk niks anders te gaan doen. Dan, verbinden dan verbinden ja, dat is toch prachtig, ja, dat is toch prachtig, dat is echt uh, bijzonder ja, ja, uh, ik heb hier nog staan, maar ik weet het niet, ik zal eerlijk zeggen dat ik mijn eigen aantekeningen even niet weet, maar ik heb hier durf te rouwen met een uh, uitroepteken, ja, wat is uh, uh, dat is, uh, is een onderdeel van liefdesbang, uiteraard, ja, wat bedoel je, wat, wat zit daar precies achter? Nou ja, het is natuurlijk, het is onderdeel van allebei, want het uh, ja, durf de rouwen is durf, durf stil te staan bij, wa, bij het gebrokenen in het leven. Ja. Bij dingen die niet lukken. Bij, Stap bij daar niet overheen. Stap daar niet overheen. Nee. Dus, dus rouw is echt ja, is ons gegeven om juist ook betekenis te kunnen geven aan iets wat in ons leven heel erg zeer doet. of heel erg pijnlijk is. Ja. En rouw is iets wat, ja, wat we ook niet zo makkelijk meer leren of zo. om daar echt bij stil te staan. En het is. Het is eigenlijk onderdeel van de van de hechtingscirkel. Ja. Dat we ja dat we rouwen om onze verwonding. En als we daarom kunnen rouwen, kunnen we ook daar betekenis aan geven. En kunnen we ook weer blijven verbinden. Ja. Ja. En anders komen we in de afscheiding en, en gaan we wrokken. Ja. Nee, precies, wrokken, uh, dat vond ik wel echt een mooie voor de mensen die dat, daar nog echt op welke manier dan ook mee zitten. Zorg ervoor, dat heb ik van jou geleerd. Zorg ervoor dat wrok, dat je dat gewoon omzet in pijn eh, ja. en voel die pijn ja. en dan is er liefde, is er verbinding. Ja, het zijn eigenlijk gestolde tranen. Ja, 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 ja. ja. Precies. Ja, de tranen die maar die kunnen zo hard zijn. Dat zien maar we. Die een... kunnen het zo hard maken. Ja. 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 Maar goed, dat is wat we vaak van een afstandje heel goed kunnen zien bij. Ja, ik moet even denken aan dat uh, programma met die, met die burenrussies en zo. Of tenminste oh, die mensen ja. die elkaar heel ja. lang niet gesproken hebben. Dan voel je gewoon naar alles. Je weet helemaal niet meer waarover het gaat. Maar het is ja. gewoon één brok brok ja. ja. Terwijl er zit gewoon altijd heel veel pijn achter. Ja. Voel Die gewoon laat, laat, laat de tranen stromen. Ja, en waar uh... natuurlijk, dat is natuurlijk vaak ook een soort van liefdesbange dans. Want het, hè, wat je zegt, het gaat helemaal niet meer over waar, waar ze nee. nou echt ruzie over kregen. Maar vaak is het ook een soort van overdrachtsrelatie dat er iets getriggerd is, wat bij die mensen zelf een thema is. Ja, um, dus ja, waar, waar de echte rouw zit. We hebben deze drie boeken besproken. Ik wil het zeker nog hebben over je nieuwe boek, maar ik ben ook benieuwd naar jouw drie boeken. Want zoals, uh, nou ja, elke gast heb ik ook jou gevraagd om drie inspirerende boeken. Uh, je hebt ze ook meegenomen, dat zag ik. Ik heb ze nog niet gezien, ja. maar. De... Ja. En ik ben heel benieuwd uh, waar ze mee. Te... Ja, ja. Wat heeft Hanna Kuppen nou, nou gelezen? Wat heb ik meegenomen? Ja. Ik heb meegenomen uh, van uh, Frans Roepert: Symbiose en autonomie. Hmm. Uh, en Frans Roepert is eigenlijk een ontzettende um, inspirerende man als het gaat. Het is, het is een, uh, een uh, psychotherapeut uit Duitsland. En die heeft ongelooflijk belangrijk werk gedaan uh, als het gaat over die he, liefdesbange dans. Uh, en dat is uh, de symbiose die we zo graag zoeken. Yeah. En iedere keer weer... Um, we Toch wel we dus met een ander hebben we het nu over, of niet? Want ja, ja, dus, ja, ja, maar dat je dus voortdurend in een symbiotische verstrikking komt met de ander. Ja. Uh, en eigenlijk de weg moet maken naar wat is nou gezonde autonomie. Ja. Uh, en hij heeft heel veel belangrijk uh, werk gedaan uh, als het gaat over trauma. En, en hij heeft daar een heel uh, nou ja, eenvoudig uh, model in ontwikkeld. Waar uh, als we trauma meemaken is dat een soort splitsing van de ziel. Uh, waar dus een, een deel van onszelf bevroren blijft in een trauma deel. Dus hè, dat blijft eigenlijk stilstaan in de mm. tijd. Op, om, om, omdat we op dat moment niet ja. kunnen bevriezen. Ja, dat bevriezen, bevriezen vind ik mooi gezegd. Ja. Uh, en dan ontstaat er ook een overlevingsdeel in ons. Die dus ons gaat beschermen voor die pijn. En we, en we houden nog een gezond deel. Ja. En dat is een heel, uh, ja, voor mij als therapeut en trainer, een ontzettend werkbaar model. En een heel fijn model om, uh, ja, om, om te kijken naar mensen. En wat ik eigenlijk dagelijks gebruik, ook als ik met mensen werk in de, in de training. Ja, ja, ja. Dus hij heeft ontzettend belangrijk werk daarin gedaan. En uh, nou, dus. Um, is er nou iets omgeslagen? of Want ik zie, ik zit gewoon te kijken naar iets. Uh, ik heb, hier is iets omgeslagen. Is... Nou ja, het, het is. Op de pagina waar, waar het model eigenlijk staat van het getraumatiseerde deel, het overlevingsdeel en het gezonde ah, deel. Ah ja. Ja. Um, nou ja. ja, ja. Ja, ik snap het. Maar, het, 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 maar goed, dat zegt natuurlijk nu misverbindingsangst, dat ik ook wel heel vaak denk: laat ik eerst maar even gewoon lekker autonoom met mezelf zijn. Dat is een beetje de fase waarin ik nu zit. Ja. Dat ik denk: van hè, dan kan ik, en dan ben ik, dan ben ik gewoon dus echt wel met mezelf aan de slag. Niet dat ik het, de illusie heb dat het ooit klaar is, maar dat is wel dat ik denk van nou, en dan zoeken we later wel een keer de verbinding op. Of zeg jij, ja, ik weet niet of het een goed of slecht antwoord is, maar uh, uh, gebruik juist de spiegel van iemand anders om, uh, nou ja, om jezelf te helen. Nou, voor een bindingsangstige vind ik het een tricky one. Ja, precies. <laughs> nee, Oké, okay, dat is duidelijk. Want? Dat kun je een beetje vergelijken met uh, uh, iemand die alcohol verslaafd. Dus en die zegt: Als ik nou maar boven op die berg blijf zitten waar geen alcohol te kopen. is, ja. Gaat het hartstikke goed met mij. Nee, oké, okay, duidelijk. Maar zodra de verleiding komt, ja. hoe kan ik dan? Dus je nee, lost okay. het als het ware situationeel op. Ja, okay. Want je komt niet meer in de verleiding. Um, en hoef je dus de echte verbinding niet aan te gaan. Nee. Dus je zegt eigenlijk: Waar ik alle allermeest moeite mee heb, parkeer ik even. Ja, ja, ja. Ik toch. God, nee, maar goed. Ja. Uh, kijk, als, als, als dat nou iemand met verlatingsangst zou zeggen, die alleen ja, maar iedere keer bezig heel, is in de appel, zou sterk, ik zeggen: ja. God, wat goed dat je eens even op jezelf focust. <laughs> ja. <laughs> dus, um... Duidelijk. Oké, okay, tot zover dit boek, of wil je er nog iets ja, over zeggen? Ja, nee, ja. Het is, het, is het heel. Is het heel... In dit werkveld. Ja, oh, precies. Het, ik wil net is het zeggen, het is uh, wel, het is wel voor... echt wetenschappelijk, hoe zeg je dat? Ja. Uh, ja. Ja, dus ja is niet ja, even. Is niet, is niet, waarschijnlijk snap ik er geen reet van. Nou, ik denk dat je het hartstikke snapt. Okay. Want dat is, vind ik, wel echt ook de kracht van deze man. Hij, uh, hij legt het ook met zo'n eenvoud uit dat volgens mij iedereen het goed kan lezen. Dus um, okay. het is, het is uh, zeker. Uh, Duidelijk. Nou ja, niemand had dit boek ooit nog heen gebracht, maar dit past natuurlijk heel erg nee, bij. Nee, dat dacht ik wel. Nee. Uh, <laughs> Oké, okay, boek twee. Boek twee. Um, nou, welke ga ik nemen? Uh, deze maar eerst. En dat is het boek van Jan Bommeree, Door de bomen het bos zien. En uh, het, is, het is een boek wat ik denk ik al uh, meer dan tien jaar geleden heb gelezen. Maar wat voor mij ongelooflijk uh, ja, belangrijk was om te lezen. Het heeft me ongelooflijk geïnspireerd. En het is zo'n tijdloos boek. Um, en het boek gaat eigenlijk over uh, uh, transformatie. En het gaat over leiderschap. Um, en het gaat erover dat je, hè, je kan je kan transformatie niet afdwingen. Maar je kan wel het hele systeem eromheen. Dus het hele ecosysteem als het ware. Dat kan je zo optimaal mogelijk maken. zodat transformatie kan plaatsvinden. Ja. En hij haalt ongelooflijk veel inspiratie uit de natuur, uit de principes van de natuur. En de natuur laat zien wat heel is. En de natuur heeft zelforganiserende principes. Um, en ja, het leven vanuit principes vind ik zo inspirerend, omdat dat um, iets is wat van binnenuit komt. Hè? Dus als jij een principe nastreeft, een principe is eigenlijk altijd iets wat we met z'n allen delen. Mm -hmm. Waarvan we zeggen, ja natuurlijk. Maar noemen ze, noemen dan, ze in principe. Uh, dat, uh, dat je wil dat iedereen op de wereld zou kunnen eten, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Uh, dat we gezondheid nastreven. Um, dat we een schone lucht willen met z'n allen. Dat we gezondheid willen. Dat zijn allemaal... Daar zeggen we allemaal meteen ja op. Ja, maar het wil niet zeggen dat we daarna handelen, toch? Maar het wil niet zeggen dat we er naar handelen. Nee, dus hè, wat natuurlijk nu in deze tijd ook het woord is... wat we ontzettend veel horen, is handhaving. Ja. En handhaving vind ik typisch zo'n woord... wat we eigenlijk bij de oude wereld hoort. Waarin, waarin we dus wetjes en regeltjes nodig hebben... wat we tegen elkaar gaan zeggen. Ja, zo moeten we het doen. Terwijl, ja... Ik zou willen dat we veel meer gaan leven naar die principes, omdat dat vanuit onszelf komt. En daar hoeft niemand mij een wetje of een regeltje over te zeggen. Dat is omdat ik dat ja. wil vanuit het hoogste goed voor iedereen. Ja. En dat hoogste goed voor iedereen dat zou een leidend principe mogen zijn. Uh, maar het is ook wel fijn toch om je eigen principes te hebben, even los van het feit of uh, andere mensen dat hebben. Al meer als een soort houvast. hé, hey, ik leef nou eenmaal volgens die. Zeker. Uh, ja, ja, absoluut. Absoluut. En, en die komen vaak uit onszelf, omdat ze een belangrijke waarde hebben. Ja. En, en hij zegt eigenlijk: de, hè, de natuur leeft op basis van uh, heelheid, op basis van flow, ja. op basis van synchronisatie, ja. Ja. Uh, op basis van zelforganiserende principes. En dit is eigenlijk een hele belangrijke inspiratiebron geweest ook voor mijn boek Liefdesroep, um, waar ik. Waar ik uh, op een project in Peru aankwam waarvan ook daar een Nederlandse dame een zaadje had gepland om daar voor de verlaten kinderen van Peru gezondheid en onderwijs en uh, nou ja, basisveiligheid, een basis thuis te geven ja. als het ware. En dat zij bijvoorbeeld vanuit de hele wereld hulp krijgt van mensen die zeggen, nou weet je, dit hier voel ik me zo mee verbonden, dit, dit, dit vind ik zo bijzonder, ik, ik kan niet anders dan hier aan bijdragen. Dat zijn die zelforganiserende principes. Dus, dus dat, dat, gaat, dat gaat totaal uh, vanzelf. Ja. En dat vind ik zo'n ja. boeiend gegeven... Dat, dat ik was zo geraakt daardoor... Nou, door de schoonheid en de liefde die ik daar zag... en wat zij daar bereikt had... dat ik daar ook met de ziel onder mijn arm rondliep... en ik dacht, ik kan niet dadelijk naar huis gaan... met het idee, dit was een leuke vakantie... <laughs> En dan denken, oké, okay, ik ga met mijn eigen leventje weer nee, verder. Dus is onmogelijk. Iets, ja. Er moet iets gebeuren. Ja, wow. Nou ja, en toen dacht ik, ja, wat kan ik dan doen? Want je gaat in eerste instantie allemaal bedenken van, ja, moet ik dan hier met een zak geld aankomen? Of moet ik dan hier gaan wonen? Of weet ik veel. Allemaal dingen waarvan je denkt, dat, dat, dat klopt niet. Maar ineens bedacht ik, en het was eigenlijk een hele gekke gedachte, ik kan er iets over schrijven. Hè, het is één keer gelukt met liefdesbang. Ja. Wie weet lukt het me nog een keer. Maar dat, dat kan ik in ieder geval proberen. En dat is liefdesroep geworden waarin ik het eigenlijk op een hoger plan wilde tillen wat ik daar zag. En dat Iets zijn eigenlijk al die ja. principes. Ja, ja, ja. Dus wat gebeurt er als mensen werkelijk hun angsten overwinnen, hun onzekerheden overwinnen, om toch die roep van hun hart te gaan volgen? Um, nou ja, welke principes zijn dan werkzaam? En dat vind ik principes die, ja, die, die inspireren iedereen om uiteindelijk die stap te zetten. Want ja, we worden zo makkelijk tegengehouden door onze kleine angsten. Ja, 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 en dat is, dat is zo zonde, want ik denk dat ja, in deze wereld waarin wij nu leven, het zo belangrijk is dat mensen juist nu die liefdesgroep wel gaan leven. En met precies dat talent waarvan dat juist bij zichzelf hoort, waarvan jij net zegt, ik kan die radio maken en ik kan mm -hmm. juist dat instrument inzetten. Om, dat, ja. om mensen te verbinden. Ja, ja. En dat is wat er nu zo nodig ja. is. Gebruik ja. je angsten, ja, precies. En iedereen moet dan in zijn eigen vorm en in zijn eigen. Uh, op zijn eigen manier doen. Maar dat is wel wat we nodig hebben. Ja, en niet dat is een kwestie meer. van eerst even naar binnen kijken. En dus ook weer de angst opzoeken. En daar zit het goud. Ja, daar zit het goud. Nou, en wat ik mooi vind, ik, ik kan niet zo goed inschatten hoe, uh, ja, hoe spiritueel jij bent. Uh, want hè, dit is allemaal best wel wetenschappelijk. Dat, dat past natuurlijk ook bij het beroep dat je doet als psycholoog zijn en trainer en zo. Maar uh, wat, Ik heb dat boek natuurlijk niet, of nog niet gelezen van Jan Bommers. Heet die Jan Bommeray. Jan Bommeray. Ja. Uh, is dat, is wat, dat is precies waarom ze vaak zeggen. Ga naar. Hè, zoek meer de natuur op. Omdat de natuur is heel. En dat gaat heel erg over een soort energieveld hoor. Maar dat, dat, dat jou dus zou kunnen helen in je proces. Ja. Geloof je daarin? Of vind je dat te zweverig? Nee, of? absoluut. Nee, geloof nee ik precies. Dat. Absoluut. Ja, hij noemt ook. Prachtig voorbeeld. Hè? Dus de natuur heeft, heeft zo'n uh, nou ja, hoog trillingsgetal, ja, hoog ja, ja. bewustzijn. Dus als je je niet goed voelt, weet je, in de natuur voelen we ons altijd al meteen weer een stuk beter. Ja, als je ja. je eigen trillingsgetal wil verhogen of je frequentie wil verhogen, is de natuur daar ja, de beste plek voor. Want juist in de natuur leeft alles eigenlijk volgens de, ja, volgens de hoogste frequentie. En ik, ik, ik las straks nog een paar hele mooie voorbeelden dat. De natuur daar steeds naar zoekt. Bijvoorbeeld, um, alle spermazaadjes die onderweg zijn naar een eicel... die allemaal met hun staartjes dezelfde kant op. He, dus die zwemmen eigenlijk in een soort van daar ja, ja, ja. uh, daarnaartoe. Of um, waar ze ooit ontdekten: een, een hele zwerm vuurvliegjes, die, die, die zo'n lange sliert is dat het vuurvliegje aan de ene kant van de, van de sliert het andere niet kan zien. Maar dat ze exact in een vorm van synchronisatie met elkaar vliegen. Ja, dat zie je ook met de zwaluwen in de lucht. Ja. Weet je, ze gaan niet tegen elkaar vliegen. Ja. Dus uh, die leven en die, die stemmen allemaal af op een, uh, ja, op een intelligentie, als het ware. Wat ervoor zorgt dat ze allemaal in flow zijn. En daar kunnen wij als mens zoveel van leren. Want wij zitten onze eigen natuur zo vaak in de weg. Echt, dat verdomde denken van ons, Hanna. Het is gewoon. Ja. Het is als we gewoon ja onze instincten zouden volgen... en, en de gedachtes... Niet, uh, geen afleiding zou zijn... dan zouden wij natuurlijk ook gewoon, gewoon zo we zijn. Dan zouden meer in flow zijn. Ja. En we, we kennen allemaal wel momenten dat we het waren of zijn. Maar dat, dat houden we vaak niet heel lang vol. Nee. En hoe zie jij uh, ja, de toekomst? Dat is een wat de grootste vraag. Maar ja, gaan, we, gaan we meer daar naartoe? Of juist minder? Dat kan ik zelf slecht inschatten. Ik denk uh, op verschillende gedachten. Nou ja, ik, ik hoop dat voor veel mensen deze periode een uitnodiging is om daar meer naartoe te yeah. gaan. En dat we dat deel in onszelf gaan zoeken. Dat we dus niet meer blijven duwen en, en trekken en uh, zoeken van want het moet zo. En, maar dat we veel meer naar de moeiteloosheid gaan van ja, in, in waar het veel meer stroomt. En yeah. wat ook veel meer de bedoeling is van eh, dat we eigenlijk veel meer vanuit ons hart gaan leven. En, en niet meer vanuit onze... Kleine persoonlijkheid die gericht is op eigen belang, of. En daar ja. bedoel je ego mee, of hoe je het ook wil noemen. Ja. Ja ja, 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 ja. Ik ben toch gefascineerd door het briefje dat erin zit. Ik weet niet. Uh... Oh, dat is. Um, dat is wel een heel leuk briefje. Even kijken. Want dat is namelijk de bijsluiter. Oh, dat is de bijsluiter? De boek heeft een bijsluiter, zoals. Oh, okay. zoals ja, ja, ja. Zoals medicijnen ja, een bijsluiter ja, ja. hebben. Um, oh, grappig. En het is echt heel grappig. Ik zal, nou ja, het heeft een gebruiksaanwijzing, dosering voor inname, oh, wow. de werking, waarschuwingen en voorzorgen. Nou, bijwerking. Ik zal een stukje van de bijwerking lezen. Ja, ja, ja. Dit boek heeft bekende neveneffecten. De informatie in het boek leidt tot totale transformatie. <laughs> het is als een computervirus dat zich in uw systeem zal nestelen en dat oude structuren zal afbreken. Het virus laat zich niet verwijderen. Als u het boek gelezen hebt, is er geen weg terug. Vlinders veranderen nooit meer terug in rupsen. En uh, eiken worden nooit meer een eikel. Als u de wereld graag blijft zien zoals u die nu ziet, leg dan meteen dit boek aan de kant. Wauw, wow. <laughs> dit is wel nou ja, echt. Dat is dit is ook marketing, maar het is wel dat je denkt: ja, nee, het fantastisch. is fantastisch. Ja, ja het is fantastisch. Ja. Voegen we toe uh, op de steeds groter wordende boekenplank. Ja. Uh, en ik ben benieuwd naar je derde boek. Mijn derde boek, uh, ja, dit is een beetje in het verlengde. Oh, nou, ervan. stiekem toch een extra boek meegenomen. Ja, halen. nou, dat, 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 dat hoort eigenlijk niet bij de drie boeken, maar ik dacht misschien komt dat in het verhaal. Oh, uh, nou, terug. We, dus, we komen er straks uh, op terug dan. Maar, uh, um, ja. Nou, dit is het boek van Anodea Judith en uh, nou, ze heeft een ander boek wat voor veel mensen veel bekender zou zijn. Zou, uh, zijn dat is uh, handboek uh, Chakra Psychologie. Oké. Okay. Uh, dat is ja, dat, daar heeft zij ongelooflijk veel in, uh, nou ja, in doorgegeven, in, in ontdekt. Betekent, ja. Dus, um, en dat hele, uh, ja, die hele chakra-psychologie is eigenlijk een ontzettend belangrijk diagnostisch instrument voor mensen die met mensen werken. Um, en dat is het voor mij ook heel erg geweest. Maar wat zij met dit boek doet, dat heet Hart voor de Wereld, is daar trekt zij eigenlijk dat, die hele chakra-psychologie op een hoger plan. En kijkt zij naar hoe dat nu... Uh, werkzaam is in de wereld. Dus hoe, um, nou ja, in wat voor fase zitten we nu in de wereld? En eigenlijk zegt ze dat we in een hele belangrijke overgangssituatie zitten van dat derde chakra naar het vierde. He, dus waar we in dat derde chakra, waar het vooral gaat over, leg nog heel even uit voor uh, gewoon lekker de newbies en ook eigenlijk mensen zoals ik, ja. die gewoon het principe chakra uh, niet uh, ja, kennen. De chakras, kort gezegd, zijn energiecentra in ons lijf. Ja. En op het moment dat die vol Stromen en. Je hebt dan geloof uh, ik, hoeveel zijn er? Acht of vier? Ja, weet je, je hebt was? daar verschillende. Uh, ah, ja, okay. In de basis zijn het er zeven, maar er, oh, zijn, okay. er zijn ook weer mensen die zeggen: Je hebt ah, ja. uh, er dertien. Nou ja. Het zijn verschillende onderdelen. Dus dat uh, zijn energiecentra in je ja, lijf, energiecentra. waar die gekoppeld zijn aan thema's uit ons leven. Dus onze eerste uh, chakra staat heel erg voor. De basis voor de wortels, waar zijn we opgegroeid, uh, voor de aarde. Uh, nou, mm -hmm. Heel erg de basis in onszelf, thuis een dak boven je hoofd hebben, iedere dag te eten hebben, dat soort thema's. De tweede gaat heel erg over verlangen, over emotie, dat is het water element, uh, het stromen, um, uh, de, de, de seksualiteit yeah. uh, zit daar. En het derde. Ja, dus, dus, dus uh, nog even voor mezelf. Dus ja. inderdaad, boosheid en seksualiteit of emotie, zeg jij, dat zit dus inderdaad wel een beetje nou, dezelfde. in dezelfde... Het, in het, nou, in het tweede chakra zit vooral de emotie verdriet. Ah, ja, dus dat okay. heeft heel erg met water te maken. En de boosheid zit meer in de derde. Okay. En, de, en de derde chakra, dat zit in je plek, dus rondom je navel. Ja. Dat is de plek en dat gaat veel meer over kracht, over macht, over boosheid, over ego, over ikgerichtheid. Ja, ja. Um, hè, dus dat, dat, dat zijn alle vaststaande structuren als het ware. Um, nou ja, en de vierde staat dus voor het hart, ja. voor verbinding, voor compassie, voor mededogen, voor kwetsbaarheid, voor intimiteit van het hart, zeg mm -hmm. maar. Um, en dan hebben we de vijfde, is dus de keelschakra, die gaat over expressie, jezelf uiten, jezelf laten zien, zichtbaar worden, uh, jezelf naar buiten brengen. Uh, emoties naar buiten brengen, blokkades op spreken of zichtbaar worden. Ja. Yeah. Uh, en dan hebben we het derde oog, hè, wat gaat over het zien, over visioenen, over beelden, over, uh, nou ja, de, de grote denkers, zeg maar, die um, uh, nou ja, dan hebben we de, de zevende en daarmee zijn we eigenlijk verbonden met de eenheid, waar yeah. we allemaal één zijn met elkaar en waar we ook inspiratie krijgen. Uh, dus, um, nou ja, dat zijn eigenlijk de, de zeven basischakras, ja. zeg maar. En Anodea legt in dit boek uit: dat, nou, ze legt eigenlijk uit hoe de, hoe de geschiedenis is van waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Maar dat we nu in zo'n overgangssituatie zitten van het, van het tijdperk van het derde chakra, dat we het tijdperk ingaan naar het vierde chakra. Dus dat alle oude structuren aan het afbreken zijn die, die gericht zijn op, op ego, op mm -hmm. eigen belang, op. Winst maken op geld alleen maar, weet je. Maar dat, dat is... dan zitten we nu behoorlijk in stuiptrekkingen tijd. Uh... En we zitten natuurlijk enorm in een stuiptrekking, omdat we staan eigenlijk nou, nog met één been totaal ja. nog in die oude wereld. Ja. Maar er zijn ook al veel mensen die de beweging aan het maken zijn aan die nieuwe wereld van het hart. Uh, en dat is nog een beetje onder de oppervlakte, mm -hmm. uh, want dat zien we bijvoorbeeld op het nieuws nog helemaal weinig. Van terug, ja. hè, dus daar wordt nog veel al uh, bericht over de oude wereld, ja. maar onder de oppervlakte zijn heel veel mensen al wel uh, zaadjes ah, aan het ah, planten ja. voor die nieuwe wereld en die wel op hun manier met, met dat hart bezig zijn en met het verbinden en met een hoger doel en hè, met, met de, het leven volgens principes. En ja, en juist omdat dat nu dat lijkt, ja, bijna een tegenstelling nu, hè? En dat is natuurlijk ook dat roept heel veel weerstand op, ja. want op het moment dat we met z'n allen naar meer dat hartgebied gaan. Ja, dan, dan komen onze eigen ego-stukken omhoog. En die eigen ego-stukken, ego die mogen we gaan transformeren. En dat hebben we natuurlijk allemaal als individu te doen om te zorgen dat het ook in de wereld gaat gebeuren. Ja. Het gaat natuurlijk niet andersom. De echte transformatie gaat van binnenuit. Dus als we het als individu doen, dragen we daarin bij aan dat het ook in de wereld die shift kan krijgen. Ja, precies. ja en dat is natuurlijk totaal waar we. In zitten, dus ik vind, ik vind dat ze dat zij is echt een ziener die dat al en dit is heel een, ja, lang. Precies, dit is al een uh, oud, uh, relatief ja, oud boek? Is eigenlijk al een relatief oud wow. boek, dus het is, het is zo Mooi. tijdloos en daar heeft zij al zo ver vooruit in gezien, dus dat vind ik ook um, ja, hoopvol. Ja, nee, dat is maar uh, precies. Is en is dit, dit is een beetje hetzelfde verhaal, maar dan anders uitgelegd van dat naar nieuwe dimensie gaan, toch? Ja, 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 ja. Dat is, hè, wat we ook nu noemen van 3D naar 5D. Dat, nee, hè, dat komt ook uh, ja, nee, uh, terug. Ja. Maar uh, ik vind het zo lekker om dat van een wetenschappelijke psycholoog hier te horen. Nou, ik ben helemaal niet zo. Ik ben helemaal niet wetenschappelijk. Nee, nee, ik, okay. nee hoor, ik, ben, ik ben denk ik spiritueler dan heel veel mensen nog van mij weten. Ja. En, en ook dit. Uh, zij haalt ook heel erg aan uh, De Reis van de Held van Joseph Campbell. Ja, Daar ja, ja, ja. inspireert zij zich ook op. Uh, nou, dat is ook een van mijn grote inspiratiebronnen voor, ja, voor liefdesroep. Ja. Uh, hè, de reis van de helden die we allemaal in ons leven te maken hebben. Ja. Dat we echt die sprong maken van de angst naar liefde in onszelf. Ja, uh, ja dat, um... dat is. Dat is helemaal wat het is, ja. Ik ben toch benieuwd naar dat boek. Wat je, wat daar, wat daar, ik, ik weet gewoon dat ik denk, het vierde... ik neem hem maar even mee. Welk boek is dat dan? Ik denk, je gaat vastvragen naar mijn ochtendritueel. Ja, zeker. Nou, nee, ik moet zeggen, ik wilde daar eigenlijk over beginnen, maar ik dacht eerst nog even het vierde boek, omdat jij... Nou, dit heeft alles met mijn ochtendritueel Oh, oké. Okay, nou, dan gaan we daar gelijk. Want jij, omdat jij net ook gewoon even zei, ik ben spiritueler dan de meeste ja. mensen zullen denken, toen dacht ik gelijk, oh ja, het ochtendritueel moet ik zeker niet vergeten. Ja. Uh, dus... Nou ja, vertel Anna, de wekker gaat, of tenminste, gaat ja, een wekker. De, nou ja, er gaat alleen een wekker op, op de dagen dat ik training geef. Ja, dus dat moet ja. ik heel vroeg mijn bed uit. En op de andere dagen, ik gelukkig kan ik wakker worden zonder wekker? Dat vind ik ook heel erg fijn. Ja. Um, nou ja, dan sta ik op, ga ik douchen uh, en dan ga ik naar beneden. En dan begin ik met uh, eerst um, lauw water met citroen te drinken. Ja. Um, en dan een half uur later ga ik aan mijn celery juice beginnen. <laughs> en daar gaat namelijk dit boek over. Oh, oké. Okay. Ehm. Um. En nou ja, dan drink ik uh, een halve liter celery juice per dag. Dus van, van biologische. Uh, bleekselderij is dat toch? Bleekselderij. Ja, ja, ja. Oh, lekker. Uh, maak ik mijn sapje. En uh, dat gaat iedere dag. Elke ochtend uh, vers. Iedere ochtend vers. Zo, zo, zo. Ja, ja nee, dat sla ik echt. En niet wat over. staat er in dat hele dikke boek over dan? Nou, dit hele boek. Um, ik was, ik denk dat ik dit twee jaar terug gelezen heb. Hoe heet het boek? Uh, dit heet Medical Medium. Ja. Um, en toen ging ik, dat was in, de, in een zomervakantie, en toen merkte ik eigenlijk in de zomervakantie dat ik gewoon echt uh, ontzettend moe was en dat ik echt de ene stap niet voor de andere kon zetten. En dat is ook wel een beetje, ik, ik uh, heb veel in mijn leven last gehad van schildklierproblemen. En dat bepaalt dus je, ook je hele stofwisseling ja. en je verbranding en noem maar op, dat stuurt eigenlijk alles aan. Dat was ook in de fase ja. waarin je al eerder vertelde dat het je lichaam even tegenwerkte. Uh, ja, dat, ja, toen speelde dat al in ve vele grotere heftigheid. Ja. Uh, uh, ik heb daar ook in, in, in mijn leven ook medicijnen voor gekregen. Dat, dat uh, hoef ik gelukkig niet meer. Dus in die zin heb ik daar al veel in kunnen nou, harmoniseren, als je het zo ja. kunt noemen. Um, maar waar ik veel last van hield, was bijvoorbeeld PMS-klachten. Ik weet niet of jij dat iets zegt, uh, Premenstrueel syndroom. Dus dat je veel um, voor je menstruatie veel buikpijn hebt. Oh, ja, kampen, ja. Uh, dat je daar eigenlijk bijna een ziekelijk gevoel bij ja. hebt. Dus, niet... dus dan is het even geen dag in de maand, en is het nog weer een week of misschien wel twee? Nou ja, nee, ik, het, het, een week niet. Maar wel een paar dagen ja, rondom ja, ja. is dat ik daar echt gewoon ongelooflijk last van had. Dat ik bij wijze van spreken alleen maar op de paracetamol door ja. kon komen. Ja. Uh, wat natuurlijk niet normaal is, nee. maar wat we bijna normaal gaan vinden. Um, en dat geldt hetzelfde voor bijvoorbeeld overgangsslachten. Er zijn heel veel van die onverklaarbare ziekten waar mensen eigenlijk mee blijven zitten en die we met z'n allen ook maar een beetje dan accepteren dat ze er zijn. Um, en toen kreeg ik een tip van een vriendin en die zei, Ann, je moet dit boek lezen. En in die vakantie heb ik dit boek echt gewoon in, ja, ik denk in een dag of zo uitgelezen en ik, en ik alles in mij zei, nou, dit moet ik gaan doen. En deze man, uh, die uh, is wel misschien mooi om te vertellen wat de aanleiding was. Als kind uh, mocht hij al zien. Uh, hij had een familiebijeenkomst. En uh, zijn oma uh, had kanker, maar dat wist niemand. En hij als kind mocht dat zien. Dus hij kreeg dat als het ware door. Oh, wow. Hij kreeg contact met een, met een gids of met een. Nou, noem maar op. En, uh, en hij werd eigenlijk aangezet om dat tegen zijn moeder te vertellen. En nou, doordat hij dat. Vertelde tegen zijn moeder, terwijl hij als kind natuurlijk helemaal niet begreep van wat hij wat eigenlijk nee. aan het doen was. Uh, hij voelde dat hij daarin gestuurd werd. Konden ze op tijd naar een arts en konden ze daar iets aan doen. En, uh, nou, en dat bleek eigenlijk de eerste ervaring van hem te zijn, van velen die nog gingen komen. Hij, als hij iemand ziet, dan ziet hij een soort van. Um, uh, wat je ziet als je een foto gemaakt hebt. Ja, je ja. Zo de, de zo energie, zo uh, 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 kleuren. Uh, hij, hij, ziet, hij ziet precies wat er, ja. wat er aan de hand is met ja. iemand. Um, nou ja, en daar heeft hij zich helemaal in ontwikkeld. En uh, nou, Celery Juice is dus een van de, van de manieren om ook te genezen van veel onverklaarbare ziekten. Uh, in, in, in Celery Juice zit uh, een, een cluster van zouten, sodiumzouten. Die blijkbaar zo helend zijn voor ons lijf. En die ook uh, zware metalen en allerlei, mm. nou ja, uh, niet lichaamseigen stoffen die we toch binnen hebben gekregen via, via het water, of via de lucht, of via uh, verontreiniging, wat dan ook. Uh, en die in ons lijf blijft. En dat we virussen in ons lijf hebben waarvan we helemaal geen weet hebben. Maar die wel. De, daar zitten ja. te boekeren. Ja. En die zorgen voor nou ja, van die vage klachten allemaal. Waar eigenlijk geen één dokter. Echt een antwoord op nee. heeft. En ik vond het ook zo fascinerend, omdat dat de stuk van de schildklier. Ik ben al bij zoveel artsen daarvoor geweest in mijn leven. En geen één arts heeft mij kunnen vertellen waardoor dat ontstaat. Nee. Dus wat daar echt de, de oorzaak van is. Uh, en hij zegt eigenlijk: uh, Nou, een van de virussen die veel mensen in hun lijf hebben, wat ze niet weten, is bijvoorbeeld het Epstein-Barr-virus. En dat is een ongelooflijk intelligent virus... die steeds naar een andere plek gaat. Zodat het ook nooit in, in bloedonderzoek naar buiten komt. Dus die verplaatst zich iedere keer. Maar die zit daar wel de boel echt behoorlijk te saboteren. Mm -hmm. En nou ja, alles in mijn lijf ging aan toen ik dat boek las. En ik denk, morgen begin ik. En ik, <laughs> en ik doe het nu dan nou ja, al een dikke anderhalf jaar. Ja. Iedere dag. En het voelt fantastisch. En ik ben mij zoveel beter gaan voelen. Ja, ja, ja. Ik ben mij echt zoveel... Ik, heb echt, ik, heb, ik hoef nooit geen paracetamol meer rondom mijn ongesteldheid. Wow. Ik heb totaal geen pijn. Het voelt nu gewoon als hoe, hoe dat normaal zou gaan. Ik voel me daar maar, niet meer ziek. Nee, uh, nee, nee, bij. Nee. Ik heb veel meer energie teruggekregen. Uh, ik, ben daar, ik voel me daar ook blijer door. Want als je meer energie krijgt, voel je je Uiteraard. al snel een stuk blijer. Ja. Dus dit ja, voor mensen die echt van die onverklaarbare dingen hebben, waar ze al heel veel in hebben onderzocht. Um, nou ja. Maar ik zeg had, even uh, praktisch, moet het van juice zijn, dan mag ik ook een paar stengels uh, gewoon uh, knagen. Nee, nee. Oh nee, het is wel de sap. Ja, precies. Ja, het is wel de sap. <laughs> okay. En wat belangrijk is, om ook maar meteen bij te zeggen, is dat uh, het mag niet vermengd worden met water. Nee. Dus je moet er vooral niet... Dus daarom zorg ik altijd dat ik uh, minimaal een half uur nadat ik het water heb gehad, ja, citroen, dat, hey. dat ik daar in ieder geval minimaal een half uur tussen zit. Ja. En ook na de hand, als ik de sap uh, op heb, Even dat ik daarna niks. pas ga ontbijten. Ja. Of, uh, maar daar moet in ieder geval tijd tussen zitten, zodat dat die sap in je lijf... Kans krijgt om echt naar die plekken te gaan waar het uh, nou ja, waar leuk het kan rijden. Ja, leuke, dus, leuke, uh, leuke tip. En is het ochtendritueel dan ook eigenlijk klaar? Uh, of zijn er nog meditatie-momenten? Of doe je dat helemaal niet? Nou, uh? ik, ik doe altijd dingen in fases. Ja, dus okay. uh, ik heb ook fases dat ik me koud afdouche. Ik zit nu even niet in zo'n. Nee, fase. <lacht> <lacht> Maar die fases zijn er wel ja. uh, af en toe. En als ik dan weer zo'n podcast van Wim Hof heb gehoord. Ja. Oh ja, ik ga het ik weer, ga doen. weer doen. Ja, ja. Dus dat is wel weer even mooi uh, maar uh, nee, niet Dat is uh, zover toch natuurlijk wel. Nee, nou, als je dus uh, wat podcast geluisterd hebt, dan weet je ook. En dat is met jouw onderwerp. Uh, ik was hem eigenlijk bijna vergeten. Maar ineens denk ik, ja, ik moet het woord Tantra toch ook nog zeker laten vallen, vind ik, in de, deze, dit gesprek. Ja. Wat Heb je daar iets mee? Nou, ik heb er wel iets mee. Ik heb daar zelf, ik heb ook wel uh, trainingen Tantra gedaan ja. zelf. Um, en nou ja, in eerste instantie meer nog voor mezelf. En uiteindelijk Tantra gaat over verbinding maken. Exact. Het, ja echt over verbinding met, ja. je, met je lijf, met jezelf, met je, dus dat, dat ligt heel erg in de lijn van jou uh, ligt onderwijs. heel erg in de lijn, ja absoluut. Ja, ik ben benieuwd. Het ligt er maar net aan wanneer je dit hoort. Maar als het nog geen 14 februari is, dan komt het boek en anders is het er. Uh, Love phobia. Love phobia. We gaan ineens even op het Engel Engels. Dat uh, we gaan op de Engelse tour ja. ja. <laughs> maar dat is de liefdesbang en uh, de vertaling of het niet? het is de vertaling. Want de ja, 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 precies. Ja, het is de vertaling. En heb je het zelf gedaan? de vertaling. Ja. Nee, 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 nee 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 dat is niet aan mij besteed. Maar world domination is we coming, gaan, dus. We doen het wel. Ik samen met mijn uitgever uh, hè, we, uh, doen we het zelf. We geven het zelf uit. Ja. Ik weet niet of dat is wat je bedoelt, maar ik, ik het niet zelf. Daar hebben we nee, echte, okay. echte vertalers voor. Dus het, uh, het, is, het is bijna druk klaar en 14 februari is het beschikbaar. En hoe? Uh, want het, het ligt een beetje tegen uh, ons. aan de vraag wat wat wat. Ja, wat zijn je ambities nog verder? Dit is jouw levenswerk. Daar ben je op vele manieren mee bezig, met, met als trainer, als, als, nou ja, als therapeut, als uh, nou ja, gewoon, dat is wat je doet. Ja, um, ja dus wat, wat zijn je ambities als je mag dromen? Ja, als ik mag dromen? Weet je, de, de aanleiding dat we dit zijn gaan doen is dat ik heel veel mailtjes kreeg van mensen die zeggen: Van Hanna, ik heb een vriend die Engelstalig ja, is, die precies. kan dit boek niet lezen. En ik wil zo graag dat hij dat ook leest. Of uh, familie, vrienden, noem maar op. Uh, en nou, in eerste instantie is het echt voor die mensen bedoeld die mij die vraag stellen, dat ik denk, nou, ik wil gewoon dat het mogelijk is ja. dat die mensen het boek kunnen lezen. Ik heb bijvoorbeeld uh, telefoontjes gekregen van een dame uit Toronto die zegt, mijn partner kan geen Nederlands lezen, die moet ja, ja, ja. dit boek kunnen lezen. Ja, 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 nou ja, allemaal van die dingen. Um, ja, ik... Ik, het, het is beschikbaar ja, en ik laat het, het balletje maar rollen ja, en ik, ik, nou ja, ik hoop dat het veel mensen mag bereiken die, uh, ja. Ja, die daar ook weer... Uh, ja, het zal mij niks verbazen hoor, uh, dat jij gewoon in uh, 2021 bij Oprah zit. Nou dat... Uh, <laughs> nee, maar ik meen serieus. Dat bedoelde de, ja, de kracht van hoe jij het omschrijft en gewoon het thema natuurlijk sowieso wat ons allemaal uh, aangaat en beheerst. Ja, het is gewoon absoluut universeel. Daar ja, ben ik uit. Exact. Dus het is absoluut universeel. Um, en ja, ik zal echt niet de, de eerste zijn die daar het boek over schrijft. Ook niet in het nee, talige gebied. Nee. Uh, maar ja, pff, nou ja. Nou ja even, kijkend wat het hier in Nederland doet. Nou, dat heeft me in ieder geval al ongelooflijk verrast. En, uh, nou ja, en het is fijn dat het uh, dadelijk in ieder geval voor iedereen mogelijk is om het te lezen. Ja. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Heb jij kinderen? Nee. Is het een wens? Het was altijd een wens. Ja, oké. Okay. Ja, het was oh. altijd een wens. Oh, dus het is een heel pijnlijk onderwerp eigenlijk. Nou ja, niet, niet meer zo. Nou. Maar dat heb ik wel echt. Uh, ja, waar, waar, wat ik in het begin vertelde, van dat ik die man tegenkwam waarvan ik dacht dat het gaat de vader van mijn ja. kinderen zijn. Dat was niet voor niks dat het zo lastig was om hem los te laten. Omdat ik, nou ja, in al die jaren dat ik niet beschikbaar, hè, dat ik het altijd opgegeven de liefde, ja. was ik ook wel een beetje over de fase heen dat ik. Ja, ja, de, de, de tijd dat, dat, door. dat het nog kon, zeg ja, maar. Ja, dus ja, ja. Um, ja dat, dat heb ik, die wens heb ik wel moeten opgeven. Ik was nieuwsgierig, dat, dat, daarom stelde ik de vraag: hoe, hoe die, uh, hè, omdat je toch altijd heel veel van je ouders meekrijgt, dat ook een beetje bepaalt hoe je zelf in de liefde staat. Ja. Ja, zou ik gewoon heel benieuwd zijn geweest. Ja. Met iemand. En weet je, en misschien heb ik het zelf onbewust wel. Gesaboteerd. Ja, ja, ja. Wow. Maar dan ben je wel heel streng voor jezelf. Nou, dat doe je onbewust. Dat doe je niet bewust. Maar ik denk dat ik het heel onbewust zo heb gesaboteerd dat ik juist over die periode, hè, dat, ik, dat ik zo lang die onbeschikbare relaties had, dat ja. ik dus over die periode heen ging. Omdat ik denk, als ik eigen kinderen had gehad, dat ik, nou ja, dat ik ook Zoveel doodsangst tegenkomen, ik weet als geen ander wat het effect is van een in een gezin zijn waar dit is gebeurd, en dan denk ik, ja, dan ja, ja, ja. Nee, ik... dat dat uh, dat was een klus geweest, denk ik. Hoe kijk je aan tegen de dood, nou, tegen de dood, tegen de dood zelf, uh, dat dat, dat uh, ja, dat. Vind ik niet, ik ben denk ik niet bang voor wat er na de dood is. Nee, want als je even mag mijmeren, want we weten het allemaal niet, maar toch, wat is een beetje jouw. Nou ja, dat gedachte? we in ieder geval bewustzijn zijn. Ja. En, en dat, dat een dus een ook deel blijft van ons bewustzijn dat dat, 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 dat stopt niet. Nee. Uh, dus we hebben afscheid te nemen van nou ja, we hebben wel ons lijf uh, maar dat bewustzijn gaat verder. Uh, en ik heb wel, ik ben natuurlijk ook. Ergens is de dood voor mij ook zo vertrouwd mm -hmm. geworden, omdat ik hem zo goed ken vanuit ja. wat er is gebeurd. Maar uh, en weet ik ook wat het effect kan zijn als het, hè, als er niet genoeg gerouwd wordt. Um, maar ik heb ook veel inkijkjes mogen hebben in dat wat mij zoveel vertrouwen heeft gegeven dat, nou, dat ik niet bang hoef te zijn voor die andere kant. Dus daar, daar, nou ja. Dat maakt dat ik daar niet bang voor ben, maar misschien wel voor de manier waarop het gebeurt. Ja, of natuurlijk, dat je ja. daar misschien eerst een hele leidersweg voor door moet gaan. of uh, dat, dat wel. Meer nog dan wat daarna. Daar, dat, nee, daar, uh... nee. Maar, ik bedoel, dit is niet een soort afscheidsinterview. Maar ik leg toch wel even de link met terugkijkend op je leven. Als we dat nu al zouden doen. Ja, dan mag je toch ontzettend trots zijn. Ja. Ik ben heel dankbaar. Ja. Ben ontzettend dankbaar. Ja. Ik ben echt ontzettend dankbaar. Weet je, eigenlijk voelen mijn boeken ook een soort van geesteskinderen. Ja. Dit zijn mijn kinderen. Begrijp kind. ik echt. Want volgens mij hebben we wel allemaal het verlangen om iets door te geven. Ja. Om, nou, dat er iets blijft of in ieder geval, dat we iets nalaten ja. wat echt toe doet. En, nou, en wat ik bijvoorbeeld, ja, iedere, iedere keer ook in de live-trainingen mag doen. Dat, soms noemen mensen mij een voetvrouw. He, dat dat, ja, dat ja, ja. de kinderen weer in volwassen mensen weer de verlaten kinderen ja. in volwassenen weer het licht mogen zien ja. en er weer bij mogen horen en dat is nou ja dat is um, ja, om heel dankbaar voor te zijn dus dit mijn boeken voelen wel als als een soort van kinderen ja mooi 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 gezegd uh, liefdesbang uh, liefdeskunst liefdesroep ja ik zou bijna zeggen lezen allemaal of dan liefdesroep nogmaals die moet ik zelf nog echt een beetje lezen die heb ik alleen doorgebladerd voor dit gesprek maar uh, fascineert me ook al. Mm. Alleen ik denk dat bij mij meer de werkpunten in de liefdesangst of in de liefdesbang uh, zitten. Yeah. Maar uh, bedankt voor uh, nou ja, de kennis. En uh, nu is het aan mij om uh, daar verder mee door te gaan. En super dank voor je tijd, Anne. Nou, heel graag gedaan. Heel dank voor je uitnodiging. Ja. Ja. Graag gedaan. Uh, ik hoop dat je het leuk vond. Dit was Koekeroe. Uh, laat iets achter van een reactie. Stel je vragen of doe iets. Ga naar de website. Inderdaad. Dat is koekeroe.nl. Dus koekeroe.nl. En check ook vooral een van de volgende afleveringen. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. Hoi. Hoi.